Goedenavond, dames en heren. Welkom hier bij deze commissievergadering van de 13e maart. Mensen op de publieke tribune, welkom. Mensen van de pers, welkom. Mensen thuis, van harte welkom. En dan bij de opening wil ik even melden dat de heer Meijering van gemeentebelangen niet aanwezig is. De heer Wultvang is niet aanwezig en wordt vervangen door de heer Broeren. Welkom. En aan mijn linkerzijde, maar toch mijn rechterhand voor deze avond, Joost Leegwater niet aanwezig en hij wordt vervangen door de heer Van der Woude. Ik mis nog wat mensen, maar ik verwacht dat die nog komen, dat die naar de stoomfabriek geweest zijn. En zodra ze binnenkomen zal ik ze even aanmelden. Burgers, we hebben geen aanmeldingen hiervoor ontvangen. Vaststelling agenda. Daar heb ik het verzoek om agenda punt 4. En daar is de heer Noten voor verantwoordelijk. Maar hij moet nog afscheid nemen van de mensen in de stoomfabriek. Om dat als na punt 6 te gaan behandelen. Is dit akkoord? Ja, oké. Dan vlieg ik weer terug naar agenda punt 4. Ik heet de heer Noten van harte welkom die net voor agenda punt 6 binnen is komen lopen. En hij wordt bij dit agendapunt geassisteerd door mevrouw Kruiper. Mevrouw Kruiper, welkom. Gedragscode, integriteit, bestuurders en volksvertegenwoordigers. Behandelend wethouder, of behandelend collegelid, de heer Noten. In nauw overleg met het presidium is in de afgelopen periode een nieuwe gedragscode ontwikkeld over het thema integriteit. Het gaat daarin over belangrijke thema's als betrouwbaarheid, transparantie en verantwoordelijkheid en over de manier waarop je dat met elkaar bespreekbaar maakt. Naast de gedragscode voor het bestuur wordt ook nog gewerkt aan een nieuwe gedragscode voor ambtenaren. Dat zal hetzelfde algemene deel in zich hebben. Ook dit in 2 ronden, informerend, opinierend. En wie mag ik als eerste in de informerende ronde het woord geven? Meneer Veldhuis, VVD. Ik heb even een hele korte vraag. In het raadsvoorstel staat dat de gedragscode voor de ambtenaren nog opgesteld moet worden. Ik had zelf het idee dat die al klaar zou zijn. Wanneer is deze klaar? Is dat bekend? Dank u wel, meneer Veldhuis. Kijk even verder rond. Geen vragen. Meneer Noten. Voorzitter, dank u wel. Zou u die vraag willen doorgeleiden naar mevrouw Kruiper? Want die weet dat volgens mij precies. Mevrouw Kruiper. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben deze vraag zeker een antwoord op. De gedragscode integriteit voor bestuurders en volksvertegenwoordigers is in eerste instantie opgesteld op basis van een algemeen deel dat ook geldt voor de ambtelijke organisatie. En het ambtelijke deel wordt nu nog opgesteld, krijgt 21 en 23 maart tijdens de sessies met de ambtenaren zijn uitwerking. En op basis daarvan wordt het stuk vastgesteld door de directie en het college. En meneer Veldhuis, u wilt nog nadere informatie? Kunt u aangeven wanneer dat dan goedgekeurd wordt in de DT? Het stuk staat op de planning voor april. En zal daarna dan ook te kennisname naar het, of op het RIS worden geplaatst. Dank u voor uw duidelijke antwoorden, mevrouw Kruiper. En dat was de enige vraag, dus dan neem ik aan dat we door kunnen naar de opinierende ronde. En wie wil daar als eerste zijn opinie geven? Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor het goede stuk. De Partij van de Arbeid wil dat de bestuurders van onze gemeente in houding en gedrag het voorbeeld zijn voor de normen en waarden van de samenleving. Integriteit is hierbij essentieel. Politici en bestuurders doen wat ze zeggen te doen, gedragen zich op een manier die bij hen past en komen na wat is afgesproken. Wij zien dit dan ook als een prima voorstel en we zijn blij dat er dergelijke concrete uitgangspunten zijn vastgelegd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broerde. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ja, integriteit is naar onze mening de Achilleshiel van politici, van bestuurders, van ambtenaren. En dat is het bijzondere. Het is niet naar de mening van de persoon zelf, maar juist van degene die dat waarneemt. Hè, dat is als integriteit in twijfel getrokken wordt. Dus we vinden het belangrijk dat we daar samen, raad en college, mee bezig zijn. Want het mag, wat ons betreft, absoluut geen loze letter worden. En dood papier. Voorzitter, we zouden het nog mooier vinden als we dat samen met inwoners zouden gaan doen. Met extern betrokkenen. Want dan gaat het pas echt leven. Dat zou veel begrippen opleveren. Over en weer. We hebben aan de andere kant ook wel begrip voor dat het op korte termijn wat hoog gegrepen is. Maar we geven het als een suggestie mee voor een wat langere termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Ook vanuit onze fractie vinden we het van belang dat dit onderwerp onder de aandacht van bestuurders en ambtenaren wordt gebracht. En dat niet vanuit een situatie van een crisis of zo binnen deze lokale omgeving. Maar wel omdat bestuurders en ambtenaren gewone mensen zijn. En die kennen allemaal ook hun eigen belangen. En het is belangrijk om daar in openheid en transparantie te betrachten als het gaat over de invulling van de taak en de ambt wat uitgeoefend wordt. En hieraan draagt wat ons betreft dit voorstel goed bij. Zeker ook het gesprek waartoe wordt opgeroepen. Ik denk dat we daar ook in het verleden hier al een aantal voorbeelden van gehad hebben. En dat lijkt goed te functioneren. Dus het is goed dat dit opnieuw onder de aandacht wordt gebracht en ook wordt vastgelegd. Er zit wat ons betreft ook best nog wel wat huiswerk in. Als je er doorheen leest zitten er een aantal elementen in ja, die je eigenlijk wel zou moeten beheersen met elkaar. Namelijk de grondbeginselen, de leidende principes en de kernwaarden van de organisaties. Dat zijn drie zware termen. Maar het is goed om daar van tijd tot tijd toch eens even weer doorheen te kijken. Om je te laten opscherpen. Dus ook dat is wat ons betreft huiswerk voor iedereen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de gedragscode integriteit 2017 die ligt voor ons. Wat ons betreft een goede zaak om af en toe jezelf de spiegel voor te houden en het ook bespreekbaar te maken in de raad. Compliment aan de opstellers, met name de griffier en mevrouw Kruiper. Die hebben ook de sessies die we hebben gehad voorbereid, dus waarvoor dank. Nou, in het stuk staat integriteit is geen dode letter. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar is een belangrijke grondhouding en hoort bij de grondbeginselen die bij je als persoon zelf begint, maar ook als raadslid en als bestuurder. En mijn overleden vader die zei altijd al, het zijn de sterke benen die de wilde kunnen dragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het ook kort houden. We mochten meepraten erover, dus dat is altijd heel goed. En wat ik belangrijk vind is dat deze gedragscode niet een opsomming is van regeltjes, maar dat het toch uitgaat van grondbeginselen en van houding en van dingen intern maken. Principle-based heet dat in het Engels, gebaseerd op principes en niet op regeltjes. En ik denk dat het heel belangrijk is voor ons dat we dat op deze manier aanpakken, zodat we altijd zeg maar een beroep kunnen doen op de achterliggende waarden. En niet kunnen zeggen, ja maar in bladzijde 23 staat zus of zo en het is een geschenk tot €25 en het was 26 en nou ben je fout en als het 24 is ben je goed. Daar gaat het dan in deze geval niet om. Dus ik ben heel blij met deze nieuwe gedragscode. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Uw inbreng was heel kort, meneer Noten, door de vraag door te stellen. Mevrouw Kruiper, wilt u nu nog een... Zeker, voorzitter. Ja. Maar ik geloof dat de heer Veldhuis nog voor mij iets wil inbrengen. Ik moet me inbrengen nog. Sorry. Dank u, voorzitter. Ja, de VVD is blij met deze vernieuwde en aangepaste gedragscode. Waar we ons als volksvertegenwoordigers en bestuurders aan te houden hebben. De oude code was, zo bleek, inderdaad wel aan vervanging toe. Het zag er meer uit als een wetboek. En de nieuwe gedragscode is voor ons, vinden wij, een goede samensmelting van zowel bestuurlijke en ambtelijke richtlijnen om discussies over wat wel en niet kan te voorkomen. Dank u, voorzitter. Nogmaals excuses en dank u voor uw inbreng. Meneer Noten. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de complimenten van de heer Raamaker. Dank u wel. Ik ben het ermee eens. Ik denk dat het een goede notitie is geworden die een aantal uitgangspunten heeft geformuleerd die we met elkaar kunnen delen. En uitgangspunten zijn belangrijker dan artikel zoveel, lid zoveel. Want dat is altijd maar praten over grenzen. Het gaat uiteindelijk om het gesprek. Er is al een aantal aangegeven. Een aantal hebben ook gezegd dat ze het een prima gedragscode vinden voor bestuurders en ambtenaren. Maar in de titel, en dat heeft u ongetwijfeld ook zo bedoeld, maar in de titel staat dus gedragscode voor bestuurders en volksvertegenwoordigers. Het is dus ook echt uw gedragscode. En ik hoop dat u zich dat ook zo realiseert en voelt. En in die zin is het ook logisch dat u erover gesproken heeft. Meneer Rooijakkers, u brengt er naar voren, u bent op een goede manier betrokken bij de totstandkoming daarvan. Maar het zijn ook echt het is uw gedragscode. En ja, het uitgangspunt van die gedragscode is het gesprek. Het feit dat je op het moment dat je twijfelt, dat je dan aan de ander vraagt wat zijn of haar beeld is. Dat is het uitgangspunt. En in dat gesprek kom je uiteindelijk wel zelf tot een conclusie. En in die zin is het staan op twee benen, voorzitter. Aan de ene kant zijn het uitgangspunten, principes, maar die ontslaan je nooit van je eigen individuele verantwoordelijkheid. Je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de positie die je inneemt. Maar, en dat is eigenlijk het fundament onder deze gedragscode, je mag pas tot een oordeel komen nadat je de ander hebt gesproken. En dat is eigenlijk in de kern waar het hier om draait. Je bent zelf verantwoordelijk voor de positie die je inneemt, maar bij twijfel voer je eerst het gesprek met je collega's over de vraag wat in hun ogen de juiste keuze zou zijn. Je laat je dus adviseren. En in die zin is het een hele klassieke invulling van het ambt van bestuurder en van volksvertegenwoordiger. Het advies is verplicht. En dat is in die zin ook openbaar. Ik ben heel erg blij, want we hadden het net over verplicht nummer, geloof ik, hè? En over lange nota's waar je gewoon ja tegen moet zeggen om de procesgang erin te houden. Dit is echt een afwijkend stuk. We vinden het vrij weinig overal in het land. Ik durf dit ook alleen maar aan, juist omdat we het met elkaar hebben ontwikkeld. En omdat we volgens mij ook precies van elkaar voelen, zou je bijna kunnen zeggen, wat de bedoeling is en daarmee wat de betekenis is. Voorzitter, tot zover. Dank u wel, meneer Noten, voor uw toevoeging. En dan kan ik concluderen dat er in de commissie heel duidelijk gesproken is van dat het toch een goed stuk is. Een Achilleshiel hoor ik zeggen. Gewone mensen zijn, of bestuurders zijn ook gewone mensen. Ik had dat nog nooit geweten, maar spiegel voor je houden, achterliggende waarden. Dat allemaal gehoord hebben, dan kan ik concluderen dat ook dit stuk als hamerstuk naar de raad kan. En sluiten we ook agenda punt natuurlijk niet vergissen. En gaan we in plaats van naar punt 4, naar punt 5 van de agenda. Beleidsplan vergunningsverlening, toezicht en handhaving 2017-2021. Verantwoordelijk wethouder, de heer Agricola, wordt geassisteerd door de heer Borkent. Welkom, meneer Borkent. Als gemeente zijn we verplicht om beleid vast te stellen over toezicht en handhaving van de openbare ruimte. Met het VTH-beleidsplan 2017-2021, ik zal VTH niet verder uitduiden, want de heer Rooijakkers is toch niet aanwezig, legt het college met de raad de basis voor de programmatische integrale uitvoering van de wettelijke taken. Dit beleidsplan vervangt de in 2011 vastgestelde integrale handhavingsnota 2012-2016 en is nu uitgebreid met vergunningsverlening. Interessante informatie is wellicht dat de Rekenkamercommissie ook bezig is met een onderzoek naar handhaving, maar daar staat vaststelling van het beleidsplan nu niet in de weg. Behandeling in 2 ronden. Ik wil dan ook beginnen met de informerende ronde. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Als fractie die heeft 2 vragen. Bij de kanttekeningen onder punt 2 schrijft u dat er nog verschillende wetten in aantocht zijn die de invloed op dit komende beleid kunnen hebben. De wet kwaliteitswaarborging is in ontwikkeling, waarbij het toezicht van de gemeente overgaat naar de marktpartijen. Daarnaast komt er ook de omgevingswet aan in 2019, die ook aanleiding kan geven voor wijzigingen in de kaders van het beleidsplan. Kunt u daar de consequenties van inschatten en op welke termijn dat te verwachten is? En daarnaast is er nog de vraag of het bestaande beleidsplan naar uw tevredenheid heeft gefunctioneerd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Een paar vragen. In de eerste plaats over het beleid. Is het zo dat de ambtelijke organisatie goed moet omgaan met die VTH-regels zonder alles dicht te timmeren? Dus dat is gewoon de algemene lijn van het beleid. In de tweede plaats, er wordt gesproken over analyse van de problemen. Op basis van die analyse wordt het beleid vastgesteld en de taken vastgesteld. Hoe zit dat met die analyse? Ik kon dat niet vinden. Dan een derde vraag, hoe moeten we handhaving zien? Zit dat alleen aan de achterkant of is dat ook preventief? En over de vergunningen een vraag, ja, worden ze allemaal gecheckt en wat zijn de risico's als je het loslaat en niet alles checkt? Dus hoe gaat men daarmee om? En een vraag, laatste, ten aanzien van de financiering. Is dat nou een open eindfinanciering of zit dat toch een beperking aan? Dat vroegen wij ons af. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Kouwen, CDA. Dank u wel, voorzitter. Een tweetal vragen ook van het CDA. Het plan bevat veel kaders, weer actueel en geharmoniseerd. Als de wethouder het beleidsplan zou mogen koppelen aan een ambitieniveau, wat zou dat dan zijn? Laag, gemiddeld, hoog? En tweede, wat is daarbij dan de invloed van de totstandkoming van de omgevingsdienst? Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij ligt onze vraag in het verlengde van wat al gesteld is. Want ook wij vroegen ons af, in het stuk daar staat meermaals genoemd dat het gebeuren meermaals of eigenlijk jaarlijks geactualiseerd wordt. Het moet geanalyseerd worden en geactualiseerd. Of geëvalueerd moet ik eigenlijk zeggen. En onze vraag is eigenlijk van, hebt u nou in de afgelopen jaren ook geëvalueerd? Hoe ging het in die jaren? Wat hebben we geleerd? En wat is hiervan in dit stuk overgenomen? Tot zover. Dank u wel, meneer Broeren. Dan hebben we iedereen gehad. Wethouder, mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter. We hebben twee stukken hier voor ons liggen. De verordening en het beleidsplan. En ik zie heel veel vragen die gesteld worden die betrekking hebben, tenminste zo concludeer ik, op het beleidsplan. Want de verordening, in die zin van, dat is een wettelijke verplichting. En wat wij hebben overgenomen is het VNG-model. Dat hebben wij al overgenomen als uitgangspunt. Nou, en we weten ook dat dit allemaal een 30-tal vakgebieden betreft. Op milieu, bouwen, maar ook op ecologie. En daarbij gaat met name de milieuplus-taken, die worden overgeheveld naar de RUD, oftewel de nieuwe omgevingsdienst. Dat is ook iets wat opgelegd is vanuit Den Haag. Dus wat dat betreft, waar wij u naar vragen, is dat de Raad de verordening vaststelt en dat de verordening zegt dat je voldoet aan de wettelijke kaders. Want daar gaat het in principe om. En hoe we eraan voldoen, ja, dat wordt jaarlijks uitgewerkt. En we zien ook met name dat we jaarlijks u ook informeren via het RIS over de voortgang en of de jaarlijkse doelstellingen gerealiseerd zijn. Dus dat in grote lijnen is met name van waar deze verordening om gaat. En nogmaals, de vragen die u gesteld hebt, die zie ik meer bij het spreken van dat die betrekking hebben op het beleidsplan. Maar we hebben het nu ook over het beleidsplan, wethouder, en niet over de verordening. Maak ik even van de gelegenheid gebruik om de heren Veldhuis, Rooijakkers en mevrouw Schippers welkom te heten. En mevrouw Ramerman. Ja. Sorry, voorzitter, in die zin, u hebt helemaal gelijk. Ik had het verkeerde stuk voor me liggen. En dan wil ik toch nog even weer inbreken. Er zijn twee nieuwe partijen binnengekomen. Geen nieuwe partijen, maar wel mensen nieuw in de vergadering. Ik weet niet of zij op dit punt, agenda punt 5, nog vragen hebben. Dan kan de wethouder dat in één keer meenemen. Het kan nou nog net. Heer Rooijakkers. Excuses, voorzitter. Ik dacht dat u even zou wachten tot het debat was afgelopen, maar dat is kennelijk niet. In de agenda stond 7:30, meneer Rooijakkers. Ja, weet ik. Sommige partijen zijn geïnteresseerd in landelijke verkiezingen. Ik heb de vraag, welke specifieke elementen voor Dalfsen zitten er in dit plan? Met andere woorden, waar onderscheidt het zich van andere gemeenten? Wat is nieuw en wat is bijzonder? En waar zou de raad speciaal naar moeten kijken? En anders heb ik nog een andere vraag. Is er behalve het voldoen aan de wettelijke vereisten überhaupt een toegevoegde waarde voor dit beleidsplan met de wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de omgevingswet in het vooruitzicht? Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis niet. Wethouder, u krijgt andermaal het woord. Ja, goed. Dan ga ik even terug naar gemeentebelangen. Die gaf aan dat er bij Spikken nog verschillende wetten in ontwikkeling zijn. Onder andere de omgevingswet. Wat zijn de consequenties? Nou, als de omgevingswet en dergelijke zijn ingevoerd, dan zullen er ook aanpassingen moeten plaatsvinden in het hele stuk. Dus het is ervan, dit is ook een stuk wat met name ook jaarlijks met name aan verandering onderhevig is. En waarbij Spreken van het college met name voorstel doet van hoe gaan we invulling geven aan dit hele beleidsplan. Je hebt natuurlijk de wettelijke taken die je zult moeten doen. Nou, qua wonen bij Spreken en bouwen zal er wat gaan veranderen. Wat meer aan de markt overgelaten. En daarnaast heb je dus de speerpunten. Nou, en daar refereerde met name de D66 ook aan. Ja, wat zijn nou de speerpunten die wij als bij Sprekers College met name hierin hebben gemeld is. Dat zijn dus de handhaving op de recreatiewoningen, de illegale bouw en ideaal gebruik van gemeentegronden. Dus met name het gronden die bij Spreken door burgers, bij Spreken, ja, ik noem het een beetje kort door de bocht, geannexeerd zijn. Dus dat is met name wat we als speerpunten hebben genoemd in het hele gebeuren. Ja, hoe gaan we bij Spreken, hoe gaan we ermee om? Nou, in de zin van in de omgevingswet hebben we de ambitie met name volgend, met name doen wat we moeten doen. En dat gaat met name hier ook niet anders dat we doen wat we moeten doen. Behalve dus de wettelijke taken en met name de specifieke taken die we hebben. Want daarnaast zijn er ook nog heel veel handhavingsverzoeken van burgers. Nou, en als een burger een verzoek tot handhaving doet, dan zullen we daarom in moeten spelen. Daar waar we dus preventief zaken kunnen doen, dat zullen we dat niet nalaten. Want je kunt beter aan het begin bij Spreken kun je actie ondernemen dan bij Spreken dat het te laat is. Vergunningen. Ja, worden vergunningen gecheckt? Nou, die is van, wij hebben of hadden een convenant met de bouwers. Met name dat werden zaken losgelaten. Maar met alle respect, daar is door de bouwers niet goed mee omgegaan. Er zijn wat dat betreft ook zaken gebeurd. Ze zeggen van ja, maar dat vertrouwen is te groot geweest. Dus met name, wij zijn nu genoodzaakt om een aantal bouwvergunningen weer na te rekenen. Omdat met name de loopwet werd genomen met de grootte van de woningen die werden gebouwd. Dus wat dat betreft, er stonden andere gegevens in de aanvraag dan met name de tekeningen daadwerkelijk waren. Ja, financiering. Wij spreken van, wij vragen daar budget voor. Is een open en een einde. Daar waar wij niet uitkomen met de financiën, dan vragen we bij Spreken als Raad om extra budget. Nou, dat hebben we met name gedaan bij het traject met de recreatiewoningen. Hebben we bij Spreken, bij u als Raad, extra budget voor gevraagd en hebben dat ook gekregen. Dan het CDA. Houding omgevingsdienst, nou wat dat betreft, daar hebben u gezegd van wij zullen niet voorop lopen. We gaan wel experimenteren en we zullen daarin volgend zijn. Dan heb ik zo snel geschreven dat in die zin, u hebt het ook koppelen aan ambitie. Meneer Kouwen. Ja, meneer voorzitter. Het ambitieniveau van het beleidsdocument als geheel, kunt u dat dus een beeld van geven? Ook bijvoorbeeld ten aanzien van andere gemeenten, als u daar een beeld bij heeft. Nou, wat we dus zien en wat ik net zei van, er zijn ook heel veel wettelijke taken die we moeten uitvoeren. Nou, dat is voor iedere gemeente gelijk. Dus daar kom ik niet onderuit. En ROD, daar heb ik ook iets over gezegd, dat is ook, dat gaat straks, de milieuplus taken gaan over naar de omgevingsdienst. En verder heeft iedere gemeente een aantal speerpunten waar hij dus daar aandacht voor zal vragen. Dat verschilt per gemeente. En daar gaan wij ook per jaar daar verschillend mee om. En met name na afloop zullen we altijd met nemen rekening aan, verantwoording aan u afleggen. En dat doen we via het RIS van hoe het proces is gelopen. Nou, dat is ook met name de vraag die met name het PvdA stelde van wat er jaarlijks geëvalueerd en is dat gebeurd? Is gebeurd. We hebben dus de evaluatie en verantwoording op het RIS geplaatst. Nou, wat voor specifieke punten voor Dalfsen bijzonder zijn in dit hele gebeuren, dat heb ik net gemeld onder de speerpunten. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Meneer Rooijakkers. Ik heb geen enkel antwoord gehoord op een vraag die ik heb gesteld. Dat wil ik een keer herhalen. Nou, ik wil dat u de antwoord nog wel even geven, meneer Rooijakkers. Wat is er nieuw? Wat is bijzonder? Waar wijkt Dalfsen nou af van anderen? En wat is überhaupt de toegevoegde waarde, los van het aan de wettelijke eisen voldoen? Wethouder? Nou, de toegevoegde waarde, meneer Rooijakkers, het is een gegeven dat het een wettelijk gegeven is. En daar moeten we gewoon aan voldoen. En in die zin van, wij kunnen iets wel van toegevoegde waarde vinden of niet van toegevoegde waarde. Maar wij spreken van, wij moeten voldoen aan de wet. Daarnaast heb ik ook gezegd, naast de wettelijke taken zijn er ook een aantal speerpunten die we hebben ingebracht. Nou, die 3 speerpunten heb ik u genoemd. Nou, en die zin van, wat is de waarde daarvan, is met name handhavend optreden op het beleid wat door uw raad is vastgesteld. En we proberen, met name dan ook wat het teken de ChristenUnie zei, zoveel mogelijk aan de voorkant het zo in te kleden dat het handhaven tot een minimum gaan beperken. Waar we wel steeds meer tegenaan lopen, is dat er door burgers, met name hier verzoeken binnenkomen om te handhaven. En als burgers een verzoek indienen om te handhaven, dan zullen we daar gevolgen aan moeten geven. En als je zegt van wat is daar de toegevoegde waarde van, ja, dat is eenmaal vastgelegd in wet en regelgeving. Ik snap elkaar. Ik wil nog even, meneer Rooijakkers, ik wil even proberen. Ik snap dat dit nodig is. Ik snap dat het volgens de wet ook nodig is om dit beleidsplan vast te stellen. Maar wat is nou bijzonder voor Dalfsen in dit plan dan? Daar ben ik naar op zoek, want volgens mij is het voor 99% is het allemaal standaard. Dus ik ben op zoek naar wat nou heel bijzonder is. En waar kan ik dat vinden in die stukken? In al die pagina's. Wethouder. Voorzitter, mag ik daar een vraag aan koppelen? Want wij hebben ook gevraagd naar analyse van de problemen. En de wethouder noemt ook dat er bepaalde problemen zijn. Ik ben ze alleen niet tegengekomen. En dat lijkt me nou specifiek voor Dalfsen. Wat is daar nou aan de hand? En wat kost dat? Want dat vragen we ons ook af. Je kunt op een gegeven moment zeggen, ja, er is projectsubsidie beschikbaar. Maar hier gaat het over beleid. En kunnen burgers onbegrensd blijven vragen om hulp? Zoals ik al zei, als burgers verzoek doen op handhaving, zullen we gevolgen aan moeten geven. Het is van, u vraagt om een analyse van de problemen en wat kost dit. Nou, daar zou ik vragen of met name deze technische vraag, dat de heer Borkent daar even op nader op in wil gaan. En de aanvulling voor de heer Rooijakkers. Oké. Meneer Borkent. Voorzitter, ga even... Eén op de vraag van de ChristenUnie over de kosten. Wat we doen, in de begroting hebben we jaarlijks een post opgenomen voor zowel het behandelen van aanvragen als voor het uitvoeren van toezicht en handhaving. De vergunningverlening is het behandelen van de aanvragen. Dat doen we gewoon op basis van wat er elk jaar binnenkomt aan aanvragen. Die toetsen wij en die verlenen wij. Mocht er extra geld voor nodig zijn, dan komen we terug bij de raad daarvoor. Voor toezicht en handhaving is ook geld opgenomen in de begroting. Daar worden de toezichthouders van betaald. En hoe gaan die in het werk? Is dat we op basis van een risicoanalyse bekijken we waar het meeste toezicht nodig is. En op basis daarvan maken de toezichthouders dan weer een jaarprogramma. En daar komen we al een aantal jaren goed mee weg, om het zo maar te zeggen. En wordt ook positief beoordeeld door de provincie, bijvoorbeeld als interbestuurlijke toezichthouder. En op het moment dat we echt daar een hele grote verdiepingsslag aan zouden moeten geven, dan is daar mogelijk extra geld voor nodig en dan moet het college daar weer terugkomen bij de raad. Maar op dit moment doen we gewoon wat wettelijk nodig is. En dan redden we prima met de gelden die daarvoor beschikbaar zijn. Dank u wel, meneer Borkent. En dan de vragen van de heer Rooijakkers. Ja, was ik ook vergeten. Als de heer de vraag naar de toegevoegde waarde, hè? Specifiek voor Dalfsen. Nou, het plan wat u net zei bevat inderdaad voor pakweg 90% de landelijke lijnen. Van wat we wettelijk moeten doen op het gebied van vergunningverlening en van toezichthandhaving. Wat voor Dalfsen toch wel, nou, laat ik het anders zeggen. Wat het uniek maakt voor een gemeente is specifiek te beschrijven wat in de gemeente gebeurt. En in het hoofdstuk vergunningverlening hebben wij bijvoorbeeld de Dalfser aanpak beschreven, hoe wij omgaan met vergunningaanvragen. Dat is een klein voorbeeldje van hoe wij het hier doen. En als je het hebt over bijvoorbeeld toezicht, daar gelden gewoon landelijke eisen voor. En die hebben wij als Dalfsen na te volgen. Dus daar is geen echte unieke aanpak in. Dank u wel, meneer Borkent. Meneer Broeren. Dank u wel, voorzitter. Ja, als ik daar even op mag aanhaken. Ik had hem eigenlijk in mijn bijdrage staan, maar ik denk dat ik hem toch maar even naar voren haal. We hebben als gemeente ook een APV. En we hebben ook wat eigen wetgeving, zal ik maar zeggen. En in het stuk staat volgens mij dat wij daarin, of daarmee, dat wij geen prioriteit stellen daarbinnen. Dus dat wij niet zeggen van wat wij willen. Dus ik kan het mis hebben, ik kan dat gemist hebben, maar dat is hoe ik het stuk gelezen heb. En ja, dat zou ik wel even iets scherper willen krijgen. Wethouder? ABV hebben we inderdaad ook mee te maken. In ieder geval van naast de speerpunten die wij bij spreken, die ik heb benoemd, zijn de zaken die de raad zegt, dat vinden wij ook belangrijk, daar moeten jullie ook naar gaan kijken. Dat gaan we ook doen. In het kader van de toezicht en handhaving heeft u bij spreken ook is besloten, met name daar doet niet de politie, maar de handhavers die we inhuren, bijvoorbeeld de blauwe zone, hondenpoep en de stationslocaties. Dus, en daar wordt ook rekening en verantwoording jaarlijks voor afgelegd. Dat zijn belangrijke punten die ook aangegeven zijn. Maar zijn de zaken daarnaast die de raad zegt, nou, wij vinden met name dat daar ook meer de nadruk op moet worden gelegd. Van dan kan dat ook opgenomen worden in dit plan. Dank u wel, wethouder, voor de beantwoording. Voorzitter. Meneer Jutten. Ik heb nog gevraagd of het beleid van de afgelopen jaren, van 2011 tot 2017, goed gefunctioneerd heeft of niet. Je kunt zeggen dat het beleid goed gefunctioneerd heeft op de hoofdpunten. Maar er zijn altijd dingen die het nog beter kunnen. En er komen ook altijd weer nieuwe dingen. Maar in de lijn bij spreken die we hebben ingezet, kun je zeggen van wat we bij spreken hebben dus daar neergezet, heeft goed gefunctioneerd. Dank u wel, wethouder. Dan gaan wij, denk ik... Ja, voorzitter, ik blijf nog met een hele kleine maar zitten. Dat heeft te maken met die risicoanalyse die u noemt. Blijkbaar, en dat volgens mij zoekt de heer Rooijakkers dat ook, heeft dat te maken met wat is nou specifiek voor Dalfsen. Waar zitten nou de risico's? Waar moet je nou op in gaan zitten? Wij kunnen wel van alles gaan roepen. Maar als je een goede analyse hebt, kun je roepen wat je wilt, maar dan noem je misschien de verkeerde dingen. Het gaat er nou juist om, wat komt er naar boven? Meneer wethouder? Misschien kan de heer Borkent me straks erop aanvullen, maar in ieder geval van de analyse die wij hebben gemaakt, waar ook extra wordt op ingezet, is momenteel de illegale bouw. Dat is momenteel, het loopt dat uit de hand. Dus wat dat betreft, dat is met name een van die punten waarom we dat ook als speerpunten hebben benoemd. Voorzitter, waar kunnen we dat vinden in de notitie? De wethouder refereert en geeft naar de heer Borkent. Misschien dat ik het woord kan geven aan de heer Borkent daarover. Even iets opzoeken. De speerpunten waar de wethouder op doelde, die staan in hoofdstuk 7. Dan kom ik even naar de andere kant weer. Het beleidsplan is in zoverre nog niets af. Nou, ik zeg het niet, eigenlijk niet helemaal goed. Maar het verdient nog nadere uitwerking. Dat is in hoofdstuk 10 opgenomen. Er staan de actiepunten in. En een van de belangrijkste actiepunten is het bepalen van streefniveaus van wat willen we bereiken als gemeente Dalfsen. Er komt nog heel veel op ons af, ook qua andere wetgeving. Omgevingswet is bijvoorbeeld al genoemd. Maar welk niveau we als Dalfsen echt willen gaan bereiken met vergunningverlening, toetsing en handhaving, daar gaan we dit jaar nog verder mee aan de slag. En dan willen we ook een soort nulmeting doen van ja, wat zijn nu eigenlijk de huidige risico's. En de risicoanalyse die wordt elk jaar vastgelegd in een jaarprogramma. Daar gaan we dan mee aan de slag. En daarna volgt een jaarverslag. En dan blikken we terug op hoe we om zijn gegaan met de risicoanalyse. Dus dat wordt elk jaar weer een terugkerend iets. Maar de risicoanalyse zelf staat er niet in, want daar kon ik niks van vinden. Ik heb daar naar gezocht en dat ontbreekt, denk ik dan. Of dat waait misschien ergens anders. De risico's staan zodanig niet in het plan benoemd, dat klopt. Duidelijk antwoord. Dan sluit ik de informerende ronde af en gaan we naar de opiëerde ronde. En wie mag ik daar als eerste met de input die we net gehad hebben het woord geven? Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. De fractie van gemeentebelangen heeft het VTA-beleidsplan gelezen en besproken en ziet geen aanleiding om het niet vast te stellen. Bijlage 2 bijvoorbeeld met 96 bladzijden geeft een beeld van de regels die er bestaan en gehandhaafd moeten worden in welke vorm dan ook. Dat alleen al roept aan respect op voor de ambtenaren die het beleid moeten uitvoeren. We gaan ervan uit dat de organisatie de komende wetten en regelgeving die we al genoemd hebben goed zal interpreteren en zal toepassen in ons eigen beleid. Daar waar maatwerk verleend moet worden of de afwijking ervan gedoogd moet worden onder de juiste voorwaarden, daar ligt voor u een schone taak. Bij ons weten is de Rekenkamercommissie het huidige uitgevoerde beleid aan het onderzoeken. En we gaan er ook vanuit dat het eindrapport en de eventuele aanbevelingen daarin, als ze bekend zijn, dat u daar notitie van neemt en deze meeneemt in de tussentijdse aanpassingen in het vervolg van dit beleid. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter. In dezelfde zin willen wij aansluiten. Wij willen dit ook wel vaststellen. Onder en behoudens de resultaten van de Rekenkamercommissie onderzoek. Want als dat naar buiten komt en daar blijkt bijgesteld te moeten worden, willen we dat wel graag nog kunnen. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Kouwen, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, onze fractie heeft het plan vooral als een doorwrocht, maar ook ambtelijk stuk gelezen. Een goede basis waarbinnen integrale keuzes kunnen worden gemaakt ten aanzien van het jaarlijkse programma. Waar zojuist over werd gesproken, maar volgens ons wordt daar de zogenaamde wat-vraag verder ingevuld. Een aantal punten die wij als fractie eruit hebben gepikt. Het belang van overheidsparticipatie spreekt ook uit het stuk. Hè, voorlichting, meedenken met de burger, proactieve, pragmatische houding. Verder goede uitgangspunten, vertrouwen, uitgang van goede bedoelingen en pragmatisch. Verder adaptief, dus inzetten op nieuwe wet en regelgeving en die daarin te integreren. En ook het resultaat van de Rekenkamercommissie mee te nemen waar dat nodig is. En verder harmonisatie binnen de omgevingsdienst. Ik denk dat het duidelijk is voor zowel gemeenten, bedrijven als onze inwoners. Dus succes met de uitvoering. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Het beleidsplan VTH is een kader waarvan de uiteindelijke invulling wat ons betreft nog duidelijk wat uitwerking vraagt. Er moet nog bepaald worden in hoeverre Dalfsen voldoet aan de kwaliteitscriteria. En daarvoor moet een verbeterplan opgesteld worden, zo lezen we ook in het stuk. En het jaarprogramma uitvoering VTH moet vervolgens ook aangeven hoe we het gaan doen. En de analyse van het naleefgedrag bepalen waarop specifiek de inzet zich gaat richten. Wij hebben dit stuk ook inderdaad maar even als dusdanig gezien als een kader. En wij gaan ervan uit dat wij dit jaar ook benutten om volgend jaar zeg maar, tot een goede inzet te komen. Omdat wij, en dat stelde ik ook als vraag, het voor ons wat onduidelijk was van hoe de inzet voor dit jaar nou bijvoorbeeld bepaald is. En hoe we die inzet voor volgend jaar gaan bepalen. En de wethouder geeft duidelijk aan dat de raad daar ook in principe een stem in heeft. Dus het lijkt mij interessant om te kijken hoe wij daar ook een actieve rol in kunnen nemen richting volgend jaar. Maar verder zullen wij het stuk accepteren, aannemen. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb ietsje langer nodig. Want ik ben niet zo erg gelukkig met een paar van die antwoorden. Maar ik denk dat dat ook komt omdat het gewoon niet een echt beleidsplan is, maar nog een conceptbeleidsplan. Want er moet nog zoveel ontzettend veel worden ingevuld. En op mijn vragen krijg ik ook nog niet een antwoord waarvan ik denk dat het gesnapt wordt. Die vragen. Het is namelijk zo, het is weer een erg groot stuk. Allemaal algemene teksten en artikelen. Veel details, veel verwijzingen naar zaken die verplicht zijn. En allerlei wetten en regelgeving waaraan we moeten voldoen. Daar heb ik wel begrip voor en evengoed bewondering, zoals meneer Kouwen zei, voor de ambtenaren. Maar ik heb er gewoon als raadslid geen behoefte aan om daar 140 bladzijden over te lezen. En ik vind dat we daar een oplossing voor moeten vinden. Ik voel me daar heel ongemakkelijk bij als raadslid. En aan de ene kant heb ik de neiging om te zeggen, moeten we onze ambtenaren nou het zwarte garen uitvinden, of het wiel? En u vraagt de raad om dit allemaal te bestuderen. Terwijl wat ik zoek is een overzicht, waar wijkt Dalfsen nou af van wat sowieso in algemene wet en regelgeving verplicht is. Want die hele bijlage 1 geloof ik dat dat was, of bijlage 2, van die 80 of 90 bladzijden met nationale regels, het echte ambtelijke stuk, dat heb ik gewoon als protest nou eens een keer niet gelezen. Ik vind het echt belachelijk dat wij als raadslid verondersteld worden om dat überhaupt in te zien. Dus kunnen we nou niet komen tot de kern van de zaak? Waar wilt u met ons over spreken als raad? Wat vinden wij belangrijk? Waar willen we de aandachtspunten leggen? Ja meneer, ik onderbreek u toch even meneer Rooijakkers. Wij moeten als raad wel het beleidsplan vaststellen en dan moeten we wel van de inhoud weten. Tot u kunnen nemen. Ik ben ook niet tegen dat u die inhoud leest, of dat wij die inhoud lezen. Nou, die bijlage heb ik sowieso geen behoefte aan, want dat is algemene informatie uit de algemene wet en regelgeving. Maar om te beginnen, zouden we bijvoorbeeld eens een keer een presentatie kunnen hebben of een discussie over die punten die ik aanroer. En dan kunnen we het even goed als hamerstukken in de raad brengen. Want het is gewoon voor 95% algemene wet en regelgeving waar we toch geen invloed op kunnen uitoefenen. Tenminste, dat is mijn perceptie. Dus laten we het dan op die manier doen. Dan hebben we tenminste een redelijke discussie. Dan zullen we die discussie op een ander platform moeten voeren en niet over dit agendapunt, denk ik. Maar hoe gaat D66 akkoord met dit stuk of gaan ze niet akkoord? Nou ja, dat zullen we wel moeten als we tenminste willen voldoen aan allerlei wet en regelgeving. Zo interpreteer ik het, want ik heb ook nog geen antwoord gehad op die vraag van wat het nou als echte toegevoegde waarde heeft, omdat er nog hele belangrijke dingen zoals kwaliteitsborging voor de bouw en de omgevingswet komen er nog allemaal aan. Dus het moet toch sowieso nog allemaal op zijn kop. We zitten daar in het proces wat nog in ontwikkeling is. Dank u voor uw opinie, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, mag ik u het woord geven? Dank u, voorzitter. Wij zijn als VVD akkoord met het voorliggende beleidsplan. Het lijkt ons voor de rest een prima basis voor het vervolg. Maar we zijn wel heel erg benieuwd in welke mate we aan de kwaliteitscriteria die gesteld zijn, hoe we daaraan gaan voldoen. Dat zal moeten gaan blijken. Voor de rest zijn wij akkoord. Dank u wel, meneer Veldhuis. Wethouder, mag ik u nog even het woord geven? En dan specifiek hoe u de ontwikkelingen die in het loop van het jaar nog op dit stuk komen aan ons gaat mededelen. Ja, de zaak is in beweging en waar nodig we zaken aan moeten passen, zullen we de raad informeren. Nou, die zijn een aantal fracties heeft het al genoemd, de uitkomst van het rekenkameronderzoek. En die zijn van, wat dat betreft, die uitkomsten die zullen wel of niet aanleiding geven tot aanpassing in het beleid. Dus wat dat betreft, wij als college zijn daar ook zien ook uit wat naar de uitkomst van de rekenkamercommissie. Nou ja, verder met name de discussie die of de betoog wat D66 hield, ja, die zijn, ik snap de heer Rooijakkers wel, maar anderzijds van, u moet wel een besluit nemen ook over het hele werk gebeuren. Het zou voor ons ook veel makkelijker zijn dat we bij ieder onderwerp 1 A4'tje hadden. Dat scheelde ambtenaren ook heel veel werk. U heeft met name al gezegd, 1 foto en 1 A4'tje. Nou, er pragmatisch mee omgaan. Nou, u vindt mij helemaal op uw weg, maar meneer Rooijakkers, dat kan in dit huis niet. Dus van, we zijn u verplicht om het complete stuk aan te bieden. Maar we proberen het wel. En daarom proberen we ook zoveel mogelijk voorin met de samenvatting te beginnen voor u als raad. Zodat u dus vooraf kunt lezen van, nou, hier gaat het om. Maar in ieder geval, daar waar nodig zullen we notitie van uw opmerkingen nemen, meneer Rooijakkers. Dank u wel, meneer Agricola. Dan concludeer ik dat u een toezegging doet naar de commissie toe en naar de raad toe dat gaandeweg dit jaar u ons blijft informeren over de ontwikkelingen hierin. En dat we dit als agenda of als hamerstuk naar de raad van, even kijken, 27 maart als ik zo even 27 maart, ja. Ik kan nog uit mijn hoofd rekenen. Naar de raad van 27 maart als hamerstuk. Agenda punt 5. Verder met agenda punt 6. Hetzelfde eigenlijk, maar nu de verordening. Kwaliteit, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wederom verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Geassisteerd door de heer Borkent. De Raad heeft een wettelijke verplichting om in verordening vast te stellen over de regels bij het uitvoeren van de taken door de omgevingsdienst. Inhoudelijk ligt er een relatie met het vorige agendapunt. Daarnaast is de verordening conform de modelverordening opgesteld. Er is ruimte voor afwijkingen, maar dat is wel vrij beperkt. Behandeling in 2 ronden, informatieve ronde. Openierende ronde. Wie mag ik in de vragenstellende ronde als eerste het woord geven? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb eigenlijk even 1 vraag. In het raadsvoorstel staat onder de kanttekening bij punt 3 en 4 staat... We voldoen op dit moment om verschillende redenen niet volledig aan de daarvoor gestelde eisen. En bij punt 4 staat er zijn wetten in voorbereiding die enigszins haak staan op de kwaliteitscriteria en de wet vergunningen, toezicht en handhaving. Kunt u aangeven wat de gevolgen kunnen zijn van deze kanttekeningen? Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers, D66. Mijn eerste vraag is, kan de wethouder bevestigen dat het hier nog meer dan bij het vorige agendapunt een verplicht nummertje is voor de raad om deze notitie vast te stellen? En dat deze verordening en de bijlagen eigenlijk geheel of grotendeels standaard zijn en dat de gemeente hiervan moeilijk kan afwijken? Tweede vraag. Derde vraag. In het raadsvoorstel wordt daarbij ook gesproken over comply or explain, een term uit de corporate governance. In het Nederlands betekent dit pas toe of leg uit. Dus mijn vragen, evenals bij het vorige agendapunt, welke specifieke elementen voor Dalfsen zitten er in dit plan? Met andere woorden, waar onderscheidt zich dat van standaard? Wat is nieuw of bijzonder? En waar zou de raad speciaal naar moeten kijken? Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen aanvullingen of vragen. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Ja, ik heb ook maar 1 vraag. Als we de modelverordening van de provincie volgen, voldoen we dan aan alle eisen? En ja, de andere vragen die hebt u al beantwoord bij het vorige onderwerp. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Nee, wethouder, aan u het woord. Ja, laat ik maar met D66 beginnen. Is het een verplicht nummertje? Ja, meneer Rooijakkers. Is het standaard? Ja, meneer Rooijakkers. Specifieke elementen voor Dalfsen? Nee, het is de standaardverordening. Wij spreken van de VNG, die met name de gemeentes gebruiken. Voldoen we aan de eisen? Meneer Jutten, die zei van, als we dit uitvoeren, voldoen we aan de eisen. Dan met name de VVD, die heeft de vraag, de gevolgen, die wil ik graag even doorspelen naar de heer Borkent. Meneer Borkent? Nou, die vraag was eigenlijk in 2 op te vatten. Als eerst bij kanttekening 3 van, we voldoen op dit moment om verschillende redenen nog niet volledig aan de daarvoor gestelde eisen. Op het moment dat u als raad deze verordening vaststelt, zeggen we als gemeente, we gaan voldoen aan de kwaliteitscriteria die landelijk gelden. Hoe we als gemeente Dalfsen precies aan die criteria voldoen, dat moeten we nog nader onderzoeken. Maar net als alle andere gemeenten hebben we wel het uitgangspunt van we voldoen. Nou, en in de loop van dit jaar gaan we echt toetsen van voldoen we aan de criteria. En de gevolgen daarvan, die zult u einde van dit jaar, begin volgend jaar lezen in het jaarprogramma VTH. Daarin moet het college dat elke keer argumenteren. En de tweede deel van de vraag van de nieuwe wetten die in voorbereiding zijn. Die staan inderdaad soms haaks op de kwaliteitscriteria. Nou, daar zullen we de komende jaren echt een oogje in de cel moeten houden van hoe dat voor ons als gemeente uit zal gaan pakken. Meneer Borkent, bedankt. Dan wil ik naar de opinierende ronde. Wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, in feite maar één opmerking. Goed werk van de VNG. Mooie club. Erbij blijven. Dank u wel, meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Wij wachten de ontwikkeling in de wetgeving rustig af en ook bij dit agendapunt gaan we vanuit deze ontwikkelingen opgepakt worden en daar waar nodig op de juiste manier geïmplementeerd worden in de verordening. En dus kunnen we akkoord gaan met vaststellen van deze verordening. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Kouwen, CDA. Ja, voorzitter. Ook wij weten hoeveel mensen, deskundige mensen er bij de VNG zitten en hoeveel mensen over, algemeen bij een landelijke verordening betrokken zijn. Dus er zal allicht goed naar gekeken zijn. En het kost nog veel meer tijd om ze allemaal per gemeente op te stellen. Dus akkoord met de voorliggende stuk. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. We zijn akkoord met het stuk. Meneer Rooijakkers, D66. Ik zal beginnen met het feit... met het vaste stellen dat ik ook akkoord zou zijn met het stuk, maar ik zou het toch nog graag op een andere manier behandeld zien. Namelijk, laten we nou gewoon vaststellen dat dit gewoon standaard is, dat we het ergens opschrijven. Standaard, standaard, standaard. En geef een korte presentatie of informatie over dilemma's en discussiepunten die we in Dalfsen zien, zodat we het daarover eventueel nog kunnen hebben. En daar hoeven we hier geen tijd aan te besteden, het was helaas nog mooi weer ook. Maar het is alweer 130 bladzijden leeswerk, voorzitter. En ik zou toch graag op een andere manier deze zaak aanvliegen. Dank u wel. Uw punt is bekend, maar toen straks heb ik ook al gezegd... ik denk dat we dat op een ander platform, de vergaderstructuur, dat verder moeten bepalen. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, wij zijn verder akkoord met deze verordening. En ik wil mij wel aansluiten bij mijn buurman. Ik vind het wel een goed idee om dit... op een andere manier aan te vliegen als het om standaard zaken gaat. Ja, voorzitter. Meneer Kouwen? Is het een suggestie om dat in het presidium eens te bespreken, om daar gewoon eens ook breder naar te kijken, ook op andere onderwerpen, om dat dus zo te bekijken, om dat dus anders aan te vliegen? Dat zou een aanzet kunnen zijn. Maar ik denk dat we dat... dat de voorzitter van het presidium dat mee moet nemen, of dat een mogelijkheid is. En dan horen we dat vanuit die hoek weer terug. Wat dit agendapunt betreft hoor ik van een ieder dat men akkoord is met dit punt. De verordening die vanuit het VNG ons in feite is opgelegd. En dat we de ontwikkelingen goed in de gaten willen blijven houden. En daarmee kan ook dit stuk als hamerstuk naar de raad van 27 maart. Dan is punt 6 afgewikkeld en gaan we verder met agenda punt 7. Toegankelijkheid, activiteitenterrein, verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Voorbereidend besluitvormend. Ambtelijke ondersteuning van de heer Nijkamp. Welkom meneer Nijkamp. In december 2016 is de evaluatie van het activiteitenterrein besproken. Aan het college is gevraagd om met een voorstel te komen voor aanpassingen aan de infrastructuur en de toegankelijkheid voor minder validen. Dit voorstel ligt nu voor. Aan de raad wordt krediet gevraagd om verbetermaatregelen door te voeren. Er is vandaag nog op het RIS geplaatst een reactie van plaatselijk belang. Al op het RIS stond de technische vragen van het CDA... En daar zijn nog vragen, technische vragen gesteld door D66. En die hebt u vanavond nog per mail die antwoorden ontvangen. Ook dit agendapunt in 2 ronden. Wie mag ik in de informerende ronde het woord geven als eerste? Meneer Veldhuis, voorzitter, CVD. Voorzitter, dank u wel. Tijdens de behandeling in december hebben we u gevraagd om te onderzoeken wat nodig is om het evenemententerrein evenement klaar te maken. En de vraag die ik heb, ik weet niet zeker of dat helemaal bij het onderwerp past, maar hij is toen wel langsgekomen. En daar zien we niks meer terug van in het stuk. Want we hebben aandacht gevraagd voor de omwonenden over het aantal evenementen per jaar, het maximaal aantal dagen geluidsnormen, van eventueel feesten die daar worden gehouden. En we zien dit niet terugkomen in de stukken. Kunt u aangeven of hier nog contact over is met de omwonenden en wat u daar nog mee gaat doen? Dat was hem, voorzitter. Dank u wel, meneer Veldhuis. Ik kijk even verder rond. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Wij hebben 4 verschillende vragen. De eerste die gaat over het gebruik. De huidige manier van werken met rijplatenroute is achterlangs. Dat lijkt redelijk efficiënt qua bereiken van de standplaatsen. Kunnen via de nauw geplande, veel langere verhardingsroute tegen de dijk de standplaatsen wel voldoende worden bereikt? Met name voor zwaar verkeer dus. De tweede vraag die gaat over de investeringen. De ondergrond die zal, wat je ook doet, drassig blijven. Dat roept gewoon twijfels op met betrekking tot de toekomst. Kunt u garanderen dat de voorgelegde investeringen ook echt een structurele verbetering zijn? En welk gedeelte van die investeringen waar we het over hebben, we hebben het nu over 81.000. Welk gedeelte, ik besef dat het technisch is, maar ik heb heel even gauw vooroverlegd met de ambtenaar gehad. Welk gedeelte gaat nou eigenlijk over de verharding binnendijks, of buitendijks is het, hè? Nee, binnendijks, sorry. Die verharding tegen de dijk in ieder geval. Achter de dijk van ons uitgezien. Ja, en welk gedeelte van de... Nee, en welke kosten blijven dus jaarlijks hier nog weer een gevolg van? De derde vraag die gaat over het alternatief. Niet bij elke gelegenheid en bij elke activiteit is verharding nodig. Dus dat hopen we niet als we naar de toekomst kijken. Is het denkbaar om als gemeente in het kader van alternatief denken dan maar gewoon een set rijplaten beschikbaar te houden, zoals we dat ook doen met dranghekken? Die rijplaten zouden dan ook door organisatoren van evenementen op heel andere terreinen ingezet kunnen worden. En de laatste vraag die gaat over de verhouding van kosten ten opzichte van andere evenemententerreinen. Wij willen de te maken kosten duidelijk zien in relatie tot de kosten die we als gemeente maken voor de evenemententerreinen in de andere dorpen. De plaatselijke stichtingen, die de terreinen zelfs meestal, hier en daar gedeeltelijk in eigendom hebben, dragen zulke kosten als waar we het nu over hebben in principe zelf. Uit de beantwoording van de vragen wordt duidelijk, vragen van D66, dank u daarvoor, wordt duidelijk dat de kosten niet zullen worden verhaald op de organisatoren van evenementen hier in Dalfsen. En voorzitter, ja, dan doet dit dossier toch onze wenkbrauwen wel steeds meer fronsen. Want hoe kan het nou dat gebruikers van het terrein in dorp Dalfsen niks betalen, terwijl de stichtingen in de andere dorpen huur betalen voor een terrein dat ook nog eens grotendeels zijn eigen eigendom is? Dan wil ik het voorlopig even bij laten, voorzitter. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Kijk even verder rond. Mevrouw Sneijder, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. U refereerde net al even aan de brief van Plaatselijk Belang Dalfsen. Zij hebben hun zorgen uitgesproken. Die zorgen delen wij ook. Dat hebben we ook al vaker aangegeven in het verleden. Maar in de brief wordt genoemd dat er regelmatig geen gebruik gemaakt kan worden van dit terrein. Klopt dat? Zijn er inderdaad wel eens activiteiten niet doorgegaan? Tot zover. Dank u wel, mevrouw Sneijder. Verder geen vragen. Wethouder, mag ik u het woord geven voor de beantwoording? Dat mag, voorzitter. Allereerst VVD. Dus van die vraag wil ik even doorspelen naar burgemeester Noten, omdat hij jaarlijks een gesprek heeft met omwonenden. Dus dan kan hij daar u iets meer over vertellen, want daar zit hij bij. Dan het CDA. U vraagt, als dit wordt uitgevoerd, of de standplaatsen op het evenemententerrein bereikbaar zullen zijn. Wij gaan er hiermee vanuit dat de standplaatsen zeer zeker bereikbaar zullen zijn. Ondergrond is drassig. In die zin van, we zien met nat weer is ook een normaal weiland is drassig, maar dit is wel extra kwetsbaar. Maar waar we de verharding aanleggen binnendijks is met name over de natte plekken. Er zijn twee plekken die zijn nat, die liggen tegen het gemeentehuis aan. In ieder geval van, wat dat betreft, daar komt de verharding ook overheen. Nou, welk deel is binnendijks? Dat is met name wat u op de tekeningen ziet in de rondjes. En met name de beklinkering vanaf de dijk naar beneden. Dat is binnendijks. En ik kan u vertellen, we hebben vandaag is de vergunning afgekomen van het waterschap dat wat we willen uitvoeren ook uitgevoerd kan worden. Jaarlijkse kosten. Daarbij spreken geven we u in het stuk al uitleg van wat de jaarlijkse kosten zijn van het evenemententerrein. En daarbij ook met name is ook gevraagd van, ja, hoe kan het nou? Waarom hoeven de mensen geen huur te betalen? Nou, wij hebben ervoor gekozen om dat gebruikers geen huur te laten betalen, maar ze moeten wel een waarborgsom storten. En is er schade aan het terrein, dan wordt het betaald uit die waarborgsom. Dan met name hoe andere evenemententerreinen in het dorp het hebben. Dat is, wij spreken specifiek des dorps en die maken er zelf afspraken over met hun gebruikers. Dan, u hebt het over de rijplaten. Ja, men zou ook rijplaten kunnen gebruiken, maar dat was nog echt iets waar met name de gebruikers met name veel problemen hadden dat ze dus iedere keer rijplaten moesten huren. Of met name omdat in nadere perioden het terrein te bereiken. En nu met deze voorziening die we gemaakt wordt, met name op het terrein, hopen we dat het tot het verleden gaat behoren. In ieder geval, dit is ook besproken met de gebruikers van het terrein. En die waren content met de oplossing die we hebben voorgelegd. En dat hebt u ook kunnen lezen in het stuk. Dan de brief van plaatselijk belang. Daar schrijft dat er regelmatig geen gebruik gemaakt kan worden van het evenemententerrein. Nou, daar hebben ze ten dele gelijk, want in de winterperiode mogen we het terrein niet gebruiken van het waterschap, omdat dan waterberging is. Maar de keren dat bij spreken, men het wilde gebruiken, is het ook altijd daadwerkelijk gebruikt. Dat tot zover, voorzitter. En dan wil dank u wel, meneer Agricola. Meneer Noten, mag ik u het woord geven over de vraag van de VVD? Natuurlijk, voorzitter. Volgens mij hebben we nog niet zo lang geleden hier uitgebreid de evaluatie van het evenemententerrein in de meest brede zin besproken. Daar waren ook alle gespreksverslagen die in de loop van de afgelopen, denk ik, 3-4 jaar hebben plaatsgevonden met de omwonenden waren daarbij als bijlage. De laatste gespreksverslag is van december 2016. En ja, ik ben toch even zo flauw om u te verwijzen naar de conclusies die we in die vergadering hebben getrokken. Of die u in die vergadering heeft getrokken bij de evaluatie van de evenemententerrein. En volgens mij is toen juist, naar aanleiding van die evaluatie, is gezegd dat met name de toegang nog eens een keer extra aandacht zou verdienen. Dus volgens mij is deze bijeenkomst, op dit moment, met dit agendapunt, de consequentie van de bespreking van die evaluatie. Volgens mij evalueren ieder 2-3 jaar. Ik wou het ook graag ik wou het daar ook graag bij laten. Want als we echt ieder half jaar moeten gaan evalueren, dan wordt het lastig. In ieder geval hebben sinds de behandeling van die evaluatie zich geen evenementen meer voorgedaan. Duidelijk. Daarmee, zelfs geen schaatsen, jammer genoeg. Dat was de informerende ronde, meneer Lochtenberg. Ja, natuurlijk. Dank u. De wethouder zegt dat de organisatoren heel blij waren dat ze zelf de rijplaten niet meer hoefden te huren. Nee, dat snap ik. En dat was ook de reden van ons voorstel. Dat we zeggen van nou, stel u dat, dat de kosten, heb dat antwoord trouwens nog niet gehad hoor. Welk deel van de 81.000 gaat nou zitten in die verharding, in die betonklinkers. Ik hoop dat ik dat antwoord nog krijg zo. Maar onze suggestie was juist om dan de rijplaten ter beschikking te stellen. Dan kunnen ze ook door anderen gebruikt worden. Misschien dat ze bij het bakfeest een keer nodig zijn. Je kunt van alles verzinnen. Dan kun je ze net zoals de dranghekken gewoon als gemeente ter beschikking stellen. En hoeven ze niet tegen de kosten aan te hikken. Dat was één. De andere, u geeft aan dat die andere dorpen, de stichtingen of de eigenaren, er zelf voor kiezen om de organisatoren te laten betalen. Ja, hoe zou dat nu komen? Dat komt onder andere omdat u ze huur laat betalen voor de terreinen. En dat is ons punt. Er moeten hier aan andere dorpen aan de gemeente kosten betalen, waar hier in Dalfsen niks betaald hoeft te worden. En dat schuurt toch op zijn minst een beetje. Dank u. Wethouder. Hoe de huur in verhouding ligt bij de andere kennen, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Misschien kan de heer Nijkamp die zo weer zeggen. Tenminste, het is niet bij mij bekend. Dus ik moet u het antwoord op schuldig blijven. En kosterijplaten. Ja, meneer Lochtenberg, dat zou u ook kunnen doen. In die zin van, het is maar net van, wat wil je als gemeenteraad? Wil je het in één keer zeggen van, nou, we willen het up-to-date hebben. Of wil je bij spreken blijven zeulen met rijplaten? Nou, en die zegt van, we hebben dit gebeuren ook besproken met de BTW-groep. Met name ook de op- en afgang. Nou, die waren heel content met het gebeuren wat hiervoor ligt. In ieder geval van, ja, u hebt met name ook in december gezegd van, nou, wethouder, pak het alsjeblieft in één keer goed aan. Nou, en hiermee hopen we het goed aan te pakken. En anders hebben we weer knip- en plakwerk. Het is maar net waar u als raad voor kiest. Meneer Lochtenberg. Ja, ik zou nog horen welk aandeel van de 81.000 bestemd is voor de betonklinkers. Nou, die vraag wil ik ook even doorspelen naar de heer Nijkamp. Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Van het totale bedrag gaat circa 40% puur naar de secteverharding. Daarnaast heb je natuurlijk dat je in eerste instantie ook nog een fundering aan moet leggen. Er moet nog wat grond afgevoerd worden, want de waterberging mag niet verminderd worden. Dus alles wat wij aanbrengen, dat moet ook afgevoerd worden. Er zit nog een deel aan onvoorzien in. Daar zit onder andere die verlichting en dat soort zaken in. En dan heb je de reguliere staatkosten. Dus, maar letterlijk, SEC 40% van deze 81.000 euro, die gaat op aan hetzij grasbetonstenen, hetzij klinkers. En de banden voor de opsluiting. Ja, ik mag toch aannemen dat de delen die daar nodig zijn om ze erin te leggen en af te voeren van de grond eronder, dat u die meeneemt. Dus die 41, hoeveel komt daar nog bij? In totaal kom je aan 100%, maar als ik zeg van voorbereiden zit er 4% in, grondwerk zit op 10%, er zit nog wat leidingwerk in, er zit een funderingslaag in. Het hoeft niet achter de komma, maar als u van die 82.000, 40.000 voor de stenen en hoeveel voor grofweg is het 60.000, is dus driekwart ongeveer voor de verruiming? Ja, 20.000 gaat sowieso al in de fundatie zitten, omdat dat gestabiliseerd zand moet zijn. Dank u wel. Het laatste puntje trouwens, voorzitter. Ik wil wel heel graag van de collega's horen van, nou, is dat nou... Die rijplaten, wat vinden jullie daarvan? Want het blijft een terrein waarvan we met elkaar denken van ja, als er ooit nog één beschikbaar komt, een betere, dan gaan we daar heel snel voor, denk ik. Moeten we 80.000 steken, in dit geval de 60.000 alleen al in de betonklinkers, waar je nog wel maar aan moet vragen in die drassige grond hoe lang ze netjes blijven liggen. Of is het toch die voorlopige rijplaten die je ter beschikking stelt en ook op andere plekken ter beschikking zullen komen, is dat eventueel een alternatief? Ik ben niet eens trouwens met de voorzitter van de vorige vergadering, die zegt we gaan de evaluatie overdoen. Nee, we hebben gevraagd om een alternatief, een voorstel van hoe gaan we nou aanpakken. En daar reageren we nou op. Voorzitter, ik had het over de gespreksverklaring met de omwonenden en hoe die de feesten hebben ervaren, beachvolleybal en dat soort dingen. En volgens mij is dat in december afdoende besproken. En nu gaat het over de toegang van het evenemententerrein. Dus volgens mij terecht. Ja, dus dat was mijn opmerking. Dank u wel voor de beantwoording. We zanden denk ik heel even in een heel erg technisch verhaal. Maar het CDA heeft nog wel een inhoudelijke vraag aan de andere partijen. Ik weet niet of daar reacties op zijn vanuit de andere partijen. Mevrouw Sneijder, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, wij kiezen daar niet voor. Wij hebben liever een structurele oplossing dan incidenteel met rijplaten. Ik hoorde hier net dat het ook heel veel geld kost, 800 euro per plaat. En dan komt het vervoer er ook nog bij op. Dus dan ben je iedere keer zoveel geld kwijt. Dus wij willen het liever structureel oplossen op deze manier. Dank u wel. Verder nog reacties richting het CDA, meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag nog even iets meer toegelicht horen, het idee. Want ik hoor links wel iets van mij, maar wat ik op zich voel ik mee met de gemeentebelangen als zij zeggen van nou, het moet wel een structurele oplossing zijn. Maar als we op een goedkope, flexibele manier waarbij het ook voor de mensen die dit organiseren tot een goede oplossing kunnen komen, dan zijn wij zeker bereid om daarnaar te luisteren. Dus dan wil ik die toch wel even in de lucht houden. Dank u wel. Verdere reacties? Ja, voorzitter. Meneer Rooijakkers, D66. Ik vind de vraag van de heer Lochtenberg, want zo interpreteer ik hem, vind ik interessant. Want blijkt dat toch maar een relatief klein deel van de kosten gemoeid zijn met de oprit en afrit voor onder andere invaliden. En de voorziening voor de kabels, dat is een buis. Dat zijn dingen die je sowieso moet doen. Als je één keer er bovenop bent met die verharding, dan heb je misschien de optie zoals die is voorgesteld. En je hebt misschien de optie zoals de heer Lochtenberg het idee heeft. Maar misschien dat dat de moeite waard is om even uit te zoeken als alternatief. En om het hier even mee te vergelijken. Aan de andere kant, ik heb eens gekeken, als je het in 25 jaar afschrijft, wat ongeveer de bedoeling is, heb ik begrepen uit mijn vragen. En als het 15 dagen per jaar wordt gebruikt, dan praat je, en misschien dat dat verbruik nou ietsje gaat toenemen als het beter toegankelijk is, dan praat je over €250 per dag voor de komende jaren als je het afschrijft. Nou ja, dat hangt er vanaf hoe je rekent. Je neemt de kosten natuurlijk in zijn geheel. Hè, die vallen ten laste van de gemeente. Maar je doet er al die jaren mee. Dus in die zin dacht ik het toch wel aardig was om het op die manier even in perspectief te zetten. Maar misschien is het ook goed om te kijken wat als de gemeente in eigendom zou hebben, rijplaten, misschien zelfs kunststofrijplaten, dan wat even ernaast te zetten. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Verder geen reacties. Wethouder, het voorstel van het CDA. Voorzitter, deze wethouder kiest voor een structurele oplossing. Daar is ook naar gevraagd, met name in december. Kom nou met een structurele oplossing, maak het goed voor elkaar. Nou, en daar is dit de resultant van. Duidelijk uw antwoord. Dan gaan we naar de opinierende fase. En in de opinierende fase, wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. Ja, de eerste evaluatie van de ervaringen met en rond het evenemententerrein in juni vorig jaar, die leverde een aantal gewenste aanpassingen op. Het is gewoon zo, deze raad heeft de locatie achter de dijk geaccordeerd, dus wij moeten de mindere bereikbaarheid voor bezoekers opheffen voor zover redelijk. Met de aanpassingen bij de entree ten behoeve van minder validen, de hellingbaan en de verlichting dus, kunnen wij instemmen. Ook het wegwerken van leidingen en kabels door de dijk, prima. Met de voorgestelde verharding van de aanvoerroute voor groot transport, daar hebben we meer moeite mee, zoals u hebt begrepen inmiddels, denk ik. Wij zijn vooral verrast door de hoge kosten. We willen best onze verantwoordelijkheid nemen, richting exploitanten ook, maar deze oplossing die gaat wel heel veel kosten. Zeker in relatie tot het beperkte gebruik van terrein. Onze hoop bij de bespreking in december was gevestigd op de kunststof-honingraad-roosters, maar goed, die zijn blijkbaar niet toepasbaar. Het alternatief van de betonklinkers op gestabiliseerd zand geeft ons nou niet bepaald een Eureka-gevoel. Relatief kleine klinkers die zullen niet lang bestand zijn tegen de juist het iedere keer op- en afdraaien van het zware transport. Ik maak het wel even af, dan ik krijg een signaaltje. Maar. Wij gaan ervan uit dat je kunt gestabiliseerd zand gebruiken, maar op- en afdraaien met zwaar transport, dat geeft op den duur problemen, worden klinkers toch weggedrukt in de ondergrond. En juist dat bij de entree, want daar wordt het meest gedraaid. Dus bij de entree voor voetgangers. Ook is nog maar de vraag of de exploitanten voldoende dicht bij de standplaats kunnen komen vanaf die buitenring. Want de wethouder gaf wel aan van ja, ik ga ervan uit dat de bereikbaarheid daar goed is. Maar die bereikbaarheid achterlangs lag veel dichter bij de standplaats dan via de buitenring nu. Dan zouden ze toch door de trein moeten. Hoge kosten voor wat ons betreft een weinig toekomstvaste oplossing. Met lelijke, ongelijk liggend straatwerk, vooral bij de entree straks. En om schade aan maaiwerktuigen te voorkomen zal daar regelmatig onderhoud aan nodig zijn. Dus toch wel zeker regelmatig kosten. En we vragen je om gewoon toch nog eens goed te kijken. Met name naar het alternatief wat we aangedragen hebben. Wij willen best investeren, maar niet in een, in dit geval letterlijk wat ons betreft, een bodemloze put. Ze zakken gewoon weg. Als we investeren, dan willen we eigenlijk wel een garantie van u dat het voldoende is, dat we het daarmee hebben, zeg maar, voor de komende pakweg 10 jaar. Goed, ik ga het verhaaltje van de rijplaten niet herhalen. Ik hoop dat u, dat het lukt, dat u voor de behandeling in de raad nog eens kunt kijken van nou, of wat de kosten daar zijn die daarmee gepaard gaan. Even de aanschafkosten en inderdaad de kosten van plaatsen en weer weghalen. Ook in relatie dan tot de gebruikers. Want waar die tot nu toe dus zelf de kosten daarvan droegen, nemen wij de kosten gewoon over door dus voor de verharding te gaan zorgen. Nou, die logica die kunnen wij niet helemaal volgen. Ook niet in afgezet tegen de, wat ik straks al inbracht, over wat in de andere dorpen betaald moet worden. Of er dan verder nog het terrein bruikbaar is en benutbaar is voor meerdere kleinere evenementen. We weten nog maximaal geloof ik 5 zware evenementen, grotere evenementen in ieder geval die gevoelig zijn voor de omwonenden. Maar kleinere evenementen zou voor ons bedrijf natuurlijk prima moeten kunnen. Ja, en dan afsluitend over dat puntje van geen kosten berekenen. Hoe zit het ook alweer met kostendekkende gemeentelijke services? Geldt dat niet voor het dorp Dalfsen? Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter. We hebben het al vaker gezegd. Blijkbaar is het toch niet zo'n ideaal terrein en ideale plek om een activiteitenterrein neer te leggen. Mogelijk komen daar meer kosten. Ik begrijp ook de zorg. Dat wordt hier in de raad nu ook uitgesproken. Maar dat komt ook van plaatselijke belangen van andere plekken. Als we naar het geheel kijken, ja, het is structureel nat. Dus je zou ook een structurele oplossing moeten zoeken. En we zijn het met het CDA wel eens dat het goed is om meerdere mogelijkheden is goed te onderzoeken. Maar misschien zijn er wel meer mogelijkheden om het wat meer duurzaam aan te pakken. Dus in die zin, ook al hebben we moeite met de plek, en ook vanuit het verleden, zijn we wel eens met een breder onderzoek naar de mogelijkheden op dit, die aanpak. Dank u wel, meneer Nijburg. Mevrouw Sneijder, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. De toegankelijkheid, de infrastructuur, het aanlichten van de toegang en de voorziening voor elektra en water worden hiermee verbeterd en dat is wat ons echt noodzakelijk om dit terrein fatsoenlijk te kunnen gebruiken. We willen dan hiermee ook de organisaties en bezoekers tegemoetkomen. Hier kunnen we niets op tegen hebben. Als raad hebben we zelfs om verbetervoorstellen voor dit terrein gevraagd. En dan hebben we dus ook liever een structurele oplossing. Als we kijken naar de grasbetonblokken die hier verder op de dijken liggen, die liggen er al 25 jaar en daar is verder geen onderhoud voor nodig. Wij willen het terrein graag zo goed mogelijk beschikbaar stellen. De organisaties hebben hiermee ingestemd en ook het platform Gehandicapten is akkoord. Verenigingen en organisaties zijn er druk mee, doen hun best om mensen op de been te krijgen en moesten dan in het verleden vaak extra maatregelen nemen om het terrein begaanbaar, maar ook toegankelijk te maken. Ook de bezoekers van de evenementen zullen we hier zeker een plezier mee doen. Wel hopen we dat hiermee de problemen zijn opgelost en dat dit afdoende is. Dank u wel. Dank u wel, meneer en mevrouw Sneijder. Meneer Veldhuis, gemeente of VVD. Dank u, voorzitter. Ja, we hebben het plan bestudeerd. Het is goed te zien dat de uitwerking in ieder geval besproken is met de direct betrokkenen, zoals organisatoren, Stichting Platform Gehandicapten en het waterschap. Daarmee zorgen we ervoor dat er goede onderbouwing is en dat hij in voldoende mate anticipeert op de mogelijke risico's waarbij we voor onaangename verrassingen kunnen komen te staan. Maar we zijn het wel eens met wat we hier zo net ook horen bij het CDA, ook goed even naar alternatieven te kijken. En graag zien we dit ook terug straks bij de behandeling in de Raad. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers, D66. Ik sluit mij bij een aantal vorige sprekers aan, met name de heer Lochtenberg en ChristenUnie en VVD. Dat het nuttig is om uit te zoeken wat het alternatief is. Want ik denk niet dat we de gasbetonstenen de enige structurele oplossing moeten vinden. Het is een constructieve oplossing, maar dat wil niet zeggen dat het de meest duurzame, creatieve en structurele oplossing is. Kan ook best misschien op een andere manier. En alle andere maatregelen, is ook al gezegd, heeft mevrouw Sneijder al een onderscheid gemaakt tussen die twee. Die moeten sowieso gebeuren. Dus dat is op korte termijn nodig. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Nou, dat onderscheid, zoals net beschreven, en ook door gemeentebelangen zou ik ook graag willen maken. Maar ik voel wel mee voor in ieder geval onderzoeken van de suggestie van het CDA. Dus die zien wij ook graag verwerkt in een voorstel wat naar de Raad toe komt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Wethouder, 27 maart wordt u verzocht om nog wat zaken aan te leveren. Ja. Gaat dat lukken? Daar gaan we ons best doen, voorzitter. Wij komen dan met het uitgewerkte voorstel van het CDA. Ik heb nog wel even een nuancering richting de ChristenUnie. De heer Nijburg zegt dat het terrein structureel nat is. Nou, dat is wel wat overdreven, dus we hebben ook activiteiten gehad dat het terrein kurkdroog was. Maar al met al, het is een kwetsbaar terrein. Dat is algemeen bekend. Maar dit is met name wat te pessimistisch, meneer Nijburg. Dank u wel voor uw toezegging, meneer Agricola, om met verdere informatie te komen voor de raadsvergadering van 27 maart. En daarmee concludeer ik dat dit als hamerstuk, of bespreekstuk naar de raadsvergadering van 27 maart gaat. Mag ik even reageren op een inbreng? Nou, ik had al. Oké, nog even. Dank voor ondersteuning van de ideeën. Van gemeentebelang gaf nog even aan van de vergelijking voor de betonstenen bovenop de dijk. Ja, dat zal wel dat ze daar blijven liggen, dat snappen wij ook wel. Het gaat er juist om in die natte ondergrond, wat er dan gebeurt. En naar de wethouder, ik weet niet zeker, ik hoop dat u altijd in uw achterhoofd nog iets houdt van als ze zich een betere kans voordoet qua terrein dan het terrein wat we nu noodgedwongen hebben moeten kiezen, dat we dan wellicht nog uit kunnen wijken naar een heel ander terrein. En ook in dat licht bezien is een structurele oplossing zoals u voorstelt, maar de vraag of je dat moet willen. Als we een terrein tegenkomen waarvan we denken van, hé, dat blijft droog en daar kunnen we wat mee, dan hoeven we er nu niet heel veel kosten in te steken. Dan heb ik liever zo'n flexibele oplossing van dingen die we vaker kunnen gebruiken. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Ja, u zit al lang genoeg in de Raad om te weten dat we volgens mij al heel lang gesproken hebben om naar dit terrein toe te gaan. Maar oké, als het binnen een jaar opgelost zou kunnen zijn, zou het misschien een optie zijn, maar ik heb duidelijk de wethouder horen zeggen van dat hij met nadere informatie komt, nadere uitwerking wat dit terrein betreft. Dat wachten wij af en dan kan het als bespreekstuk naar de Raad van 27 maart. Daarmee sluit ik deze vergadering. Sluit ik dit agendapunt, want ja, ik wil de vergadering schorsen, wou ik zeggen, want ik heb wel zin in een lekker bakje koffie. U ook? 20:10. Bij deze heropen ik de vergadering en gaan we verder met agendapunt 8. Notitie reikwijdte en detailniveau MER Lemelerveldseweg 65. Verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Voorbereidend, besluitvormend, ambtelijke ondersteuning van mevrouw Stel. Welkom mevrouw Stel. voordat overgegaan kan worden tot eventuele besluitvorming over de uitbreiding van de varkenshouderij op dit adres, moet een MER worden uitgevoerd. Van de Raad wordt nu niet om een mening over die uitbreiding gevraagd, alleen om de MER te laten uitvoeren. Handeling in 2 ronden, informerend, besluitvormend. In de vragenronde, wie mag ik als eerste het woord geven? Kijk even rond. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ik heb maar één vraag. De locatie waar op deze notitie betrekking heeft, die ligt tegen de grens van de gemeente Raalte aan. Eigenlijk is de vraag van hoe ver is daar, zo eigenlijk ook een algemene vraag als we op grensgebieden liggen, hoe ver is daar overleg mee in dit soort situaties? Met andere woorden, is er onderling instemming of afstemming over de te volgen procedure? Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Rooijakkers, D66. Voorzitter, ik snap ook dat we de MER wel willen uitvoeren. Maar in alle documenten gaat het bijna overal over een nieuwe vleesvarkenstal. Alleen het document van het oversticht in zaken de erfbeplanting spreekt van een kippenstal. Het lijkt me goed om even correct vast te stellen wat voor vlees we in de kuip hebben. En of het advies van oversticht misschien anders zou zijn voor een varkenstal. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Wij hebben een paar vraagjes. De ene, hoe zijn de buren meegenomen in het proces? Er komen toch 3000 varkens weer bij, dus weten de buren daarvan? Vonden ze daarvan? Dan is er sprake van een tijdelijke mestscheidingsinstallatie. Nou, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? En als we het dan toch over de mestscheiding hebben, is verzekerd dat de mestscheiding op zich niet weer een grote uitstoot geven. Want ik ken ondertussen een paar installaties, daar kun je helemaal niet meer in de buurt wonen als ze aan het scheiden zijn. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Bij het doornemen van het raadsvoorstel bekroop ons een beetje het idee, en dat kunnen we fout hebben, dat we niet helemaal in controle zijn als gemeente. Dit komt doordat er een opmerking in staat van nu nog niet alle aspecten onderzocht zijn, is het motiveren waarom er in dit stadium geen medewerking wordt verleend niet goed mogelijk. Hoe ziet u dit? Dank u wel. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, één vraag sluiten we aan bij gemeentebelangen, dacht ik. Die stellen dat ook. Past het in dit gebied? Algemene vraag, maar dat heeft te maken met buren, buurgemeenten. Een tweede vraag is, hebben wij ooit gesproken over grote varkenshouderijen? Ik dacht het niet, maar ik weet niet of anderen dat misschien weten. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Agricola. Ja, voorzitter. Gemeentebelangen, maar werd ook gevraagd door anderen. Ja, wij hebben in zulke soort gevallen overleg met onze buurgemeenten. En in die zin is ook contact met Raalte, ook alle gegevens zijn naar Raalte toegestuurd, zoals gebruikelijk. Dan D66, wat is het nu, vleesvarkens of is het kippen? Wat voor vlees hebben we in de kuip? Nou, meneer Rooijakkers. Voor sommigen is het moeilijk te onderscheiden, maar het is wel daadwerkelijk varkens. En er is bij het oversticht een kleine verschrijving is geweest. Dus wat dat betreft, het is altijd vleesvarkens geweest en het blijft vleesvarkens. Dus met name voor u een satéetje van varkenvlees in plaats van een satéetje van kippenvlees. CDA, buren genomen in het proces. Ja, het is een uitgebreide participatie geweest met de buren. De buren zijn van begin tot eind betrokken geweest en zijn geïnformeerd. Tijdelijke mestscheidingsinstallatie. Wij spreken van hoe zit dat? Daar wil ik mevrouw Stel even het woord over geven. Ja, die zei van als je mest gaat scheiden dan krijg je extra geur of odeur. In ieder geval van... Nou, wij spreken van hoe zit dat? Nou, in dit soort zaken moet men ook voldoen aan de geldende milieuregels. Dan de vraag van de VVD over de motivering. Ga ik ook even naar mevrouw Stel. En ChristenUnie plaatst het in dit gebied. Nou, die zin van zeer zeker plaatst het in het gebied. En dus ook overleg, met name waar u ook op refereert, met de buren en met de buurgemeente. Dank u wel, meneer Agricola. Ik dacht dat de ChristenUnie ook nog een vraag had over grote varkenshouderijen, of we dat al besproken hadden. Het is geen landbouwontwikkelingsgebied, maar bij betrekking van er is in, even kijken, 6 augustus 2013 hebben we met name hier bij u in de raad ook de vraag neergelegd of u in kon stemmen met de vergroting van het bouwblok ten behoeve van dit bedrijf. En daar hebt u toen unaniem mee ingestemd. Dank u wel voor de beantwoording en mevrouw Stel, mag ik u het woord geven om nadere beantwoording van een tweetal vragen. Allereerst de tijdelijke mestscheiding. Vanwege wetgeving moeten agrarische bedrijven aan bepaalde vereisten voldoen ten aanzien van hun mest. En dat begon wat te dringen. De mestverwerker moet eigenlijk inpandig komen te staan. Dat is het uiteindelijke doel. Maar dergelijke procedures nemen veel tijd in beslag. Daarom is de vraag gesteld, mogen wij hem dan alvast buizen op het terrein plaatsen? En daarvoor is er een vergunningaanvraag geweest. Die is ook gemotiveerd en vergezeld van onderzoek. En daaruit blijkt dat hij kan voldoen aan geldende wet en regelgeving. Dus ook ten aanzien van geur. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de mestverwerker binnen komt te staan. Dus ook als u uiteindelijk niet zou meewerken aan de nieuwe stal, dan zal de mestverwerking toch binnen op een of andere manier moeten worden geplaatst. Dan de vraag over of de raad wel in control is. De raad is zeer zeker in control. Op dit moment wordt er een ontvankelijk verzoek voorbereid. En voor dat verzoek dat moet vergezeld gaan van diverse onderzoeken, waaronder een MER. En pas als het verzoek dus compleet is en alle onderzoeken zijn gereed, wordt het voorgelegd aan de raad om al dan niet mee te werken. Dus op dit moment ligt nog niet de vraag voor, wilt u meewerken aan uiteindelijk een bestemmingsplanherziening, maar wat vindt u van de kaders voor de MER? Dus in de notitie reikwijd en detailniveau staat wat er onderzocht moet worden. Dus bent u het daarmee eens? En als aanvulling, voorzitter, de verrichte onderzoeken staan vermeld in hoofdstuk 6 in de bijlage. Dank u wel, mevrouw Stel. Dank u wel, meneer Agricola, voor de beantwoording. Dan ga ik verder. Ik kijk even rond met het opererende gedeelte. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vond de vraag van de ChristenUnie erg interessant, want daar haak ik eigenlijk met mijn bijdrage vooral bij aan. En dat gaat dus over de richting van de landbouw in onze gemeente. En daarnaast werd net het beeld geschetst dat wij unaniem als raad iets hebben besloten over bouwblokken. Dat kan ik me niet voorstellen, want volgens mij is de Partij van de Arbeid altijd tegen het vergroten van bouwblokken gestemd. Dus dat is volgens mij niet waar. Maar goed, ik zal verder gaan met mijn bijdrage. De Nederlandse varkenshouderij moet de komende jaren structureel hervormen. Duurzamer worden en meer vraaggericht produceren is noodzakelijk om economisch perspectief en maatschappelijk draagvlak te behouden voor de varkensketen. Het huidige verdienmodel met een lage kostprijsstrategie loopt tegen maatschappelijke grenzen aan en is vanuit het oogpunt van internationale concurrentie op termijn een doodlopende weg. De varkenssector moet daarom herstructureren en vernieuwen. Dat zal leiden tot minder bedrijven en minder varkens in bepaalde gebieden. Tegelijkertijd moet de sector marktgerichter produceren met meer zorg voor kwaliteit, dierenwelzijn en duurzaamheid. De vraag die bij ons opkomt bij een vergroting van 8.000 naar 11.000 is, A, is dit duurzaam? En dan bedoel ik duurzaam niet zozeer, ja die bedoel ik ook, in de omgevingsfactoren, maar dan bedoel ik ook als business case. Gezien de ontwikkelingen in die sector is dat nog maar zeer de vraag. En daarom hebben wij als standpunt dat wij natuurlijk procedureel nu zullen instemmen, want wij vinden ook dat alle onderzoeken goed gedaan moeten worden, maar ik ben het niet helemaal eens met de voorzitter. Ik vind het toch wel zo netjes om een winstwaarschuwing af te geven. En dat wil zeggen dat de Partij van de Arbeid in eerste instantie niet positief is over dit soort uitbreidingen, voordat wij toch daar een discussie over voeren in deze raad, van wat wij nou vinden van dit soort ontwikkelingen. En dan, we kunnen wel wachten en elke keer zeg maar weer per bestemmingsplan of per MER of welke stap van de procedure het is, dit soort ontwikkelingen langs laten komen. Maar wat ons betreft is dit een bredere discussie waard. En ik ben me bewust dat wij een visie hebben op het landelijk gebied, hè, dat we daar een plattelandsvisie hebben vastgesteld. Maar goed, wij vinden toch dat dit een discussie waard is. Dus dat willen wij bij deze meegeven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. U had het over dat u het niet eens was met mij, maar volgens mij heb ik geen, niet iets geplaatst waar u het niet mee eens was. U zult waarschijnlijk de wethouder bedoelen. Oké, openierend. Volgende. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Voorzitter, dank u wel. Ik zal korter zijn. Ik heb al begrepen dat deze notitie alleen maar over de reikwijd en detailniveau ging. Ik hoor hele betogen over de toekomst. In principe zijn we gewoon eens met deze notitie en we zullen op basis van de komende MER het proces verder kritisch volgen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, volgens mij is het zelfs al een aanvraag uit 2014 of zo. Die was volgens mij toen al vergund. En nu komt die MER terecht daarbij. Volgens mij voldoet die verder gewoon aan alle voorwaarden die wij hebben. Stel ik wel het puntje van die tijdelijke mestscheiding is wel een aandachtspuntje hoor. Want onder rundveemest wordt het ook buiten gedaan. En daar kun je echt tot een kilometer in de omgeving niet bij zijn. Op het moment dat ze dan aan het scheiden zijn, zoals jullie. Dus dat is een puntje van aandacht voor de omgeving. Moet dat misschien wel voldoen aan bepaalde voorwaarden van wanneer je zo'n installatie in gebruik mag hebben en wanneer niet? Nou, dat is al medegedeeld dat het aan alle wet en regelgeving voldeed. Even kijken. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u voorzitter. Ja, wij gaan uiteraard ook mee met deze MER, dit verzoek. Logisch lijkt me, maar ik heb niet voor niks gezegd dat het goed is en goed zou zijn om over grote varkenshouderij te spreken. En dat is opgepakt ook door de Partij van de Arbeid. En ik denk dat het goed is om dat een keer te doen, daarover na te denken. Waar liggen de grenzen voor de groei? We hebben wel eens gezegd, er kunnen 2 economische eenheden bijvoorbeeld van een bedrijf leven. Hoe ver wil je daarin gaan? En die discussie zouden we graag een keer aangaan met elkaar. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Even kijken. Ja, deze notitie, denken wij, is inderdaad nodig om de MER op een goede manier van start te laten gaan. Wij gaan ook akkoord met deze notitie. En wij sluiten ons ook aan bij de oproep van de PvdA om eens een keer een discussie aan te gaan over grootschalige landbouw. Dank u wel, meneer Veldhuis, wethouder grootschalige landbouw. Kunt u daar... Sorry, meneer Rooijakkers, ik wil alweer veel te snel. Ja, dat stellen wij ook op prijs, dat we vanavond op tijd klaar zijn, meneer Klein Koerkamp. Ik zal het heel kort houden. Wij kunnen nooit tegen zo'n voorstel zijn, dus we zullen er altijd voor stemmen. Ik wil ook geen schobbering van de heer Jutten. Maar ook D66 heeft de visie op duurzame landbouw, zowel economisch als de manier waarop dat het vorm zou moeten geven in duurzaamheid. En ik zou het ook op prijs stellen om daar eens een keer over te spreken met elkaar, voor zover de gemeente daar een rol heeft. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers, wethouder. Zou u nog iets kunnen zeggen over de grootscheepse landbouw en dan... waar verschillende fracties naar vragen om dat te behandelen. Ja, ik hoor meerdere fracties toch een bedenking hebben tegen grootschalige landbouw. Nou, wat is er van, willen de fracties daarover discussiëren, dan zou ik zeggen, dan moet de een of meerdere fractie te plaatsen op de agenda, zodat we een keer over kunnen praten. Voorzitter, ter correctie, het ging niet om bedenkingen, denk ik. Het gaat meer om dat wij erover willen spreken. En misschien hebben we dan bedenkingen, misschien ook helemaal niet. Dat weet ik nog niet. Nee, maar in ieder geval van hoe je het ook noemt. Maar wil de raad erover praten, dan moet de raad het ook gaan agenderen. Oké, duidelijk de weg die we dan moeten bewandelen. Nadat de wethouder dit gezegd heeft, kan ik wat dit agendapunt betreft zeggen dat het als hamerstuk naar de raad kan en dat iedereen akkoord is met de behandeling van de MER. Dan gaan we verder met punt 9 van de agenda. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen, residentie Slingerdael. Verantwoordelijk wethouder de heer Agricola, voorbereidend besluitvormend. Er is een verzoek binnengekomen om mee te werken aan grondverkoop in het uitbreidingsplan Dalfsen voor de realisering van 57 luxe woonzorgappartementen huur en 8 half vrijstaande woningen koop. Daarvoor is onder meer een omgevingsvergunning vereist, zodat afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. Daarvoor is weer een verklaring van geen bedenkingen van de Raad voor nodig. En omdat die ter inzage moeten worden gelegd, ligt nu een ontwerpverklaring ter vaststelling voor. Handeling in 2 ronden. De vragenronde. Wie mag ik? Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweetal vragen. De eerste is, wat heeft gemaakt dat u ermee instemt om af te wijken van het beeldkwaliteitsplan? En de tweede is, precedentswerking. Lopen we niet het risico dat ook anderen zullen vragen of ze er vanaf mogen wijken? En hebben we dan nog voldoende argumenten om nee te zeggen? Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Kouwen, CDA. Ja, voorzitter. Van onze kant een viertal vragen over verschillende aspecten. Allereerst het aangepast ontwerp. In de CDA-fractie ontstond bij het bespreken van de stukken een déjà vu. De nieuwbouw van Vitens aan de Koepelallee begon bij ons in de gedachten rond te draaien. Onaangenaam verrast worden door een sterk aangepast plan. Dat kan toch eigenlijk niet de bedoeling zijn? In hoeverre vindt de wethouder dat met dit ontwerp afscheid wordt genomen van het oorspronkelijke beeldkwaliteitsplan wat uitstraling betreft en als overgangslocatie van dorp naar het buitengebied? Tweede vraag. Er hebben ons signalen bereikt van nabijgelegen bedrijven dat ze verontrust zijn over hun toekomstige bedrijfsvoering. Kan de wethouder garanderen dat er na realisatie geen knelpunten vanuit milieu optreden tussen deze bedrijven en Slingerdael, bijvoorbeeld vanuit geluid of andere soorten hinder? We vragen dit voor zowel het welbevinden van de toekomstige bewoners als voor onze Dalfse bedrijven. Derde vraag. Wil de wethouder bij dit plan ook de mogelijkheden betrekken en verkennen om in samenwerking met de buurt duurzaamheidsmaatregelen te treffen? Bijvoorbeeld ten aanzien van het delen van de installatie. Een soortgelijke suggestie, die hebben we ook eerder gedaan bij het Nieuwleuze middengebied. Tot slot, vierde vraag. Op de website zag ik dat de mogelijkheid er al is om in te schrijven voor Slingerdael. Heeft de wethouder enig idee voor hoeveel appartementen reeds is ingeschreven? Tot zover. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Hof, gemeentebelangen. Voorzitter, dank u wel. Onze technische vragen zijn keurig beantwoord en op het RIS geplaatst. Dank daarvoor. Nog 1 vraag resteert. Hoe schat de wethouder de kans van slagen doorgaan van dit project in de huidige vorm in? 1 in zijn algemeenheid en 2 in relatie tot het oorspronkelijke plan. Dank u wel, meneer Hof. Verder geen vragen, meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Welke gevolgen heeft het aanpassen van het bestemmingsplan op de afgegeven vergunningen voor de ondernemers in het industriegebied? Is er gekeken naar hinder vanuit dit gebied voor de toekomstige bewoners? Denk hierbij aan geur- en geluidsoverlast. Dus we zijn benieuwd wat daaraan gedaan is. Destijds bij de aanlegger van het industriegebied, bij de Vesten, is er bewust voor gekozen om de bedrijven die nu aan de rand zitten, daar ook aan die rand te laten zitten. En daar een gebied van 100 meter omheen aan te wijzen waarbinnen niet gebouwd zou mogen worden. Vanwege die hinder. Waarom gaat u dan nu toch bouwen binnen deze afstand? Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers, D66. Ik heb een drietal vragen. De ene sluit aan op de vraag naar de verhuur, naar de contracten die er al zijn. Mijn vraag is, is bekend hoe de verdeling van huurders is? Dalfsenaren versus import, om het zo maar even te noemen. Mijn tweede vraag is er een voorkeursregeling? En mijn derde vraag is er al overleg geweest met omwonenden, respectievelijk kopers van grondstukken, die dat hebben gedaan op basis van het nog geldende en recent vastgestelde plan? Ik kan me voorstellen dat mensen het niet leuk vinden als anderen van de 3e verdieping af in hun tuin gaan kijken. Terwijl als je op het plan kijkt het allemaal laagbouw is. En zo zijn er nog wel meer dingen die ik zou kunnen bedenken. Is daar overleg over geweest of is daarover nagedacht? Dank u wel, meneer Rooijakkers. En verder zijn er geen vragen meer. Wethouder, mag ik u het woord geven? Dat mag. Partij van de Arbeid, waarom een afwijking? Het oorspronkelijke plan was boerenerfwonen. Met een kap. Met een rieten kap. Wat een grote rol speelde is duurzaamheid. Wij hebben als eis gesteld dat dat gebouw gasloos gebouwd zou worden. Met huidige of het oude boerenerfwonen was dat niet mogelijk om dat met name energie-neutraal gasloos te krijgen. En met name men zat met dat er onvoldoende appartementen gerealiseerd konden worden in de kap. Geeft deze afwijking precedentwerking? In die zin van, daar kan ik op zeggen van nee, want dit is een zelfstandig gebied. Dus in die zin van, het is een zelfstandig gebied met een eigen identiteit. We hebben wel met name heel veel zorg en aandacht besteed aan de architectuur van deze twee gebouwen. En daar is met name het oversticht ook nauw bij betrokken geweest. En met name ook onze stadsbouwmeester heeft de plannen bekeken. En daar is ook overleg geweest en ook aanpassingen geweest. En die heeft ingestemd omdat het ontwerp voldoet aan de ruimtelijke kwaliteit die dat gebouw biedt. Kom ik ook bij het CDA, aangepast plan versus oorspronkelijk plan. Wat er nu ligt is ook een haalbaar plan. Want, zoals ik zei, er moet nogal wat geïnvesteerd worden om het gebied, om de gebouwen gasloos te krijgen en te exploiteren. Daarbij hebben we ook meerdere gesprekken gehad met de omwonenden. Samen als gemeente, maar ook samen met de ontwikkelaar. En dus altijd is het uitgangspunt geweest. De naastliggende bedrijven, die mogen geen hinder ondervinden van de bouwactiviteit of van het gebouw wat er staat. Zij moeten nu binnen de huidige milieuvergunning hun activiteiten doorgaan kunnen zetten. Daartoe, hebt u misschien ook in het stuk kunnen lezen, worden ook maatregelen genomen tegen geluid en fijnstof. Er komt met name een geluidsscherm en er komt extra beplanting. En het geluidsscherm dat gaat begroeid worden met hedra, met klimspul, maar dat er ten alle tijde een groenblijvende scheiding zal zijn. Daarnaast wordt het gebied verder ook ingeplant met groenblijvend struiken. En dat is met name voor die bedrijven die er zitten heel erg belangrijk. En we hebben nu, ook richting dus die twee bedrijven die het betreft, hebben we dus de zaak op papier gezet. Samen met de ontwikkelaar. En de ontwikkelaar die zal ook dus de toekomstige bewoners wijzen op wat daar achter dat grote groene scherm gebeurt. En we hebben dus de buren ook gevraagd om voor de raadsvergadering aan te geven of ze in kunnen stemmen met de genomen maatregelen. Dan de duurzaamheidsmaatregelen delen. Nou, de duurzaamheidsmaatregelen die worden niet gedeeld. Omdat wij spreken, zij fors moeten investeren om met name hier te kunnen voldoen aan waar ze moeten voldoen. De nieuwste technieken worden aangepast. Daar waar wel mogelijkheden zijn, zou men eventueel het kunnen doen met die twee kappers die zij ook gaan ontwikkelen. Maar wij willen daar met name die ontwikkelaar ook vrij in laten. Dan de inschrijving. Volgens mijn informatie is er 40% voorverhuurd. Maar de ontwikkelaar en de financier, met name de financier, heeft toch met name gemeend van wij gaan ontwikkelen en de zaak wordt in één keer gebouwd. Dat is voor de gemeente weer het voordeel, we kunnen dat hele gebied straks ook in één keer woonrijp gaan maken. Dus kans verslagen, men gaat bouwen. We hebben ook een bewijs gezien van dus de financier dat hij de gelden beschikbaar heeft gesteld. Daar in die stukken hebben wij als gemeente inzage in gehad. Gewal voor de industrie, zoals de VVD zegt, ben ik erop ingegaan. D66. Verdeling huurder, Dalfsenaar, import. Is bij mij niet bekend, meneer Rooijakkers. Dan die ze van focusregeling. Dit is iets, wij spreken, het is in de huursector. Niet in de sociale huur, maar in het hogere segment. Daar is een beperkte groep Dalfsenaren, wij spreken, zal zich ervoor inschrijven. Ik verwacht dat de meeste mensen uit de regio zullen komen. Maar dit is iets wat, met name, wat we in Dalfsen nog niet hebben. We zijn nu druk met mensen in gesprek om de middelhuur hier te krijgen. Nou, daar zijn ook een positieve gesprekken over gegaan. Maar in ieder geval, met name waar we het in de woonvisie ook met elkaar over hebben gehad. Sociale huur, middenhuur en het hogere segment hebben we straks binnen de gemeentegrenzen. Dan de overleg met de omwonenden. Daar ben ik al heb ik het nodige over gezegd. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Ik dacht dat de laatste vraag ging over of de al bestaande kopers al ingelicht waren. Ik kan u zeggen, van, dat ziet u ook, ik weet niet of u bij spreken inzage hebt op de plattegrond van het gebied. In die zin van, het is, zoals ik zei, een afgesloten gebied. Daar loopt de weg tussen. En daar aan de andere kant van de weg zit een bomen- en struikenpartij. En daarachter zit, wij spreken, de huizen die momenteel in aanbouw zijn of worden gebouwd. Vrije sector, starterswoningen en sociale huur. Maar het is met name een forse afstand van met name van het balkon. Dus men kijkt de aardappels niet van de mensen van de tafel. Dank u wel, wethouder meneer Rooijakkers. Ja, een aanvullende vraag nog, want ik zie ook wel dat er een bomenrij tussen de rest van het plan staat. Maar er zijn ook nog een viertal tweekappers, toch? Die daar komen. En hoe zit het dan daarmee? Die tweekappers die zien uit op de Welsemerweg. Die worden ontsloten via het gebied zelf. Maar deze huizen worden ook gebouwd door de ontwikkelaar van deze twee woonappartementen. Voorzitter. Dank u wel. Volgens mij hebben we de helft van mijn vragen antwoord gekregen. De vraag bestond uit twee delen. Eén is, kunt u iets zeggen over de haalbaarheid van het plan in zijn algemeenheid? En kunt u dat ook nog in relatie brengen tot het voorgaande plan? Stel dat we hier nu niet mee akkoord zouden gaan. Gaat het in zijn oorspronkelijke vorm, zou het gewoon doorgaan? Of, want u noemt wel elke keer de investeringen die wij moeten doen. Ik neem aan dat dat de projectontwikkelaar is. Dat heeft dan direct betrekking op duurzaamheid. Nou, daar stel ik grote vraagtekens bij of dat echt duurder is. Want volgens mij is dat in bijna geen enkel geval zo. Maar stel dat het in de oorspronkelijke vorm uitgevoerd zou moeten worden. Gaat het dan door? Dat was mijn vraag. Als het in de oorspronkelijke vorm uitgevoerd moet worden, gaat het niet door. En als u bij spreken met dit plan niet akkoord gaat, gaat het feest ook niet door. Nou, voorzitter. Meneer Kouwen. Ja, reageren. Twee puntjes. Ik hoor net ook van de delen van mijn fractie die wat langer meedraaien, ook, dat destijds bij het plan van de Vitens ook een positief advies was van de oversticht. Dus daar vragen we toch ook gewoon een stukje visie van het college op. Van mij moet daar ook zelf een beeld bij hebben van, willen we dit voor Oost-Dalsen. En aan de andere kant verbaasde me wel de opmerking dat het niet onder de kappen zou kunnen passen. Want we hebben destijds bij de vorige behandeling hebben we ook plaatjes gehad, waarbij ook dezelfde aantallen werden genoemd. Was dat dan gewoon een vergissing of hoe moet ik dat dan plaatsen? Meneer Agricola. Kijk, dat was een impressie. En ik hoor van, en het is een combinatie van beide waarom die doorgaat. Enerzijds dus de qua duurzaamheid, anderzijds met name de grootte van appartementen. Er is in dit plan, wat hier ligt, zeer zorgvuldig gekeken naar architectuur. Dus wat dat betreft, want we zijn zeer zuinig op dit gebied. Dus daar is heel veel energie en aandacht naar uit te gaan. Dus want je kunt het maar één keer doen en je wilt het in één keer goed doen. Oké. Voorzitter. Dank u wel. Heer Veldhuis? Ik heb nog één vraag die voor mij nog niet beantwoord is. De afstand tussen de industrie en de locatie. Volgens mij is die minder dan 100 meter. En terwijl er toch gesteld is destijds om binnen die 100 meter niet te gaan bouwen. En nu gaan we daar toch bouwen. Daar hebt u gelijk in. Dus minder dan 100 meter. En daarom hebben we ook een heel intensief traject gehad met dus de twee bedrijven die op het industrieterrein zitten. Dank u wel. Ik denk dat we de meneer Broeren nog... Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb deels een antwoord gekregen op mijn tweede vraag en die ging over de precedentwerking. Ik snap dat dat binnen dit afgebakende plan niet nog een keer kan gebeuren, maar het ging mij meer om het beeld dat wij als gemeente beeldkwaliteitsplannen vaststellen en daar vervolgens van afwijken. In hoeverre ziet u dat? En hoe ziet u daar de kans op herhaling? Wethouder? Kijk, in die zin van, als je naar die plannen kijkt, kijk je altijd bij spreken van, voegt het iets toe? En u als raad zegt ook, met name meerdere malen hier, die zin van, bouw waar behoefte aan is en bij spreken kijk naar mogelijkheden. En dit vinden we nu, kijken naar mogelijkheden. En het dus allerlei reden voor ons is geweest om af te wijken, met name van hetgeen. En met name, wat ik net ook zei, we hebben zorgvuldig naar de architectuur gekeken. Want een pladak, bij spreken, dat heb je in vele vormen en verschijningen. Maar we wilden daar iets met name met cachet hebben. We wilden daar iets met uitstraling hebben. En daar zal, bij spreken, een ontwikkelaar ook extra in moeten investeren. Maar daar zijn we heel helder en duidelijk in geweest. Anders gaat het feest niet door. Hetzelfde met duurzaamheid. Dat is ook een het heeft heel wat gepraat gekost. Maar toen hebben wij gezegd, ook met name wat u als raad heeft gezegd, van wat daar gebouwd wordt, moet gasloos zijn. En we hebben ook gezegd, dit geldt ook voor samen aangenaam ouder worden. En daar hebben ze hem ingestemd. En met name in tegenstelling wat de heer Hof zegt, het vergt zeer zeker extra investeringen. Daarom. Oké, ik denk dat de vragenronde hiermee dat ik die kan afsluiten, de informerende ronde, en dat we naar de opinie gaan. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, we hadden geen vragen in de vragenronde. Op hetzelfde moment hebben we heel veel vragen. En dat begint met de argumentatie van de wethouder duurzaamheid. Dat kunnen we nog volgen. Maar architectuur kunnen wij echt niet volgen. We vinden het foei lelijk. We hebben het al de Dalfse Bijlmer genoemd. Of de Dalfse Baaiers, of nou ja, hoe je het ook kan noemen. Streepjescode, zei ik net, zag ik net. Het past echt niet bij het beeldkwaliteitplan. En we hebben erg veel moeite om het oorspronkelijke plan, boerenerf wonen, met rietenkap los te laten. En vragen ons af, en dan komen er toch vragen. Ja, is dit nou de maat voor Dalfsen? Willen we dit nou? Is dit niet een volume wat te groot is? Is dit niet een gebouw dat uiteindelijk een gedrocht gaat worden? Kan dat volume niet anders worden verdeeld? Oftewel moeten we niet vasthouden aan het oorspronkelijke plan. En daar wil ik het bij laten. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, ook wij hadden allerlei termen al bedacht voor dat gebouw. De bejaardenfabriek kwam bij ons naar voren. Het ziet er gewoon, wat dat betreft, een groot log gebouw. En wat dat betreft vinden wij het ook jammer dat er gekozen is voor deze blokkendoos en niet voor de boerenerfwoningen gedachte. Dat past wat ons betreft veel beter in het landschap. Maar we hebben ook heel veel reden tot zorg. En die zorg zien we terugkomen bij de ondernemers aan de Singel. De residentie komt te liggen pal naast ons industriegebied. We zetten een kwetsbare doelgroep direct naast een aantal bedrijven die geur- en geluidsoverlast geven. Alles binnen de kaders zoals we die de afgelopen jaren hebben vastgesteld en die golden, maar die nu ineens anders kunnen worden omdat we daar het zorgcomplex neerzetten. Het mag duidelijk zijn dat deze ondernemers geen problemen mogen krijgen door de komst van het complex. De vraag die we u dan ook expliciet willen stellen is of u kan garanderen dat er door de gemeente afgegeven vergunningen geen belemmeringen geven voor de ondernemers voor het uitoefenen van hun bedrijf. En een andere vraag die voor ons overblijft is of u kan aangeven of u maatregelen kan nemen die geur- en geluidsoverlast in de residentie zelf tegengaat door gebruik van materialen. We begrijpen dat u deze antwoorden nu op dit moment niet paraat heeft op dit moment. We nemen een verder oordeel hierover dan ook mee terug naar de fractie in afwachting op de antwoorden. Dank u. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers, D66. Ja, ik kan wel op volgorde afgaan. Ja, Oosterdalse was een mooi buitengebied, voorzitter. En toen wij in de raad kwamen, waren de gronden al aangekocht en de bestemming geregeld. En ik heb toen ook met het bouwplan schoorvoetend ingestemd, omdat het toch al verkocht was. U heeft het ons ook goed verkocht als raad, met prachtige plaatjes en prachtige plannen. Maar nu is er al een eerste wijziging. En dat belooft wat, voorzitter. De vraag is of we van ons bestemmingsplan en de uitgangspunten af gaan wijken voor mensen die misschien nu niet eens in de gemeente Dalfsen wonen. Of gaan we daar misschien een minder aantrekkelijke massieve bebouwing neerzetten? Ik wil niet zo ver gaan als sommige vorige sprekers om het zo te kwalificeren. Maar het is wel een massieve bebouwing. Ook, er zijn nu ook al woningen die gebouwd worden die op plaatje ook heel anders uitzien van boven. Als je vanuit zeg maar, de Welsenweg afrijdt, dan kom je toch tegen behoorlijke massieve rijen van vierkappers aan te kijken. Dat ziet er ook nogal massief uit. Dus de vraag is of dat we moeten willen. Ik zie het belang in van kwalitatief hoogwaardige huurflats voor ouderen. Het is volgens mij geen zorgcentrum, het is een residence. Maar ik twijfel wel over dit plan. En ik vind dat de gemeente iedere keer niet zo geweldig moet wijzen naar het oversticht dit, het oversticht dat. Ik vind dat we ook zelf recht hebben om te kijken of we iets mooi of wat minder mooi of, vinden of aangepast of niet. Het blijven naar mijn inziens wel flats. Ik snap dat dat handig is. Maar ik ben wel erg in dubio over of dat deze raad hiermee moet instemmen. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou willen zeggen, mooi voorstel. Want wij vinden het heel fijn dat een dergelijke voorziening in het dorp er komt. En wij steunen dat echt van harte. Wij zien het belang van dit soort ontwikkelingen en wij zien ook het gat in ons woningaanbod, om het zo maar even te zeggen, als het gaat om dit soort ontwikkelingen. Maar wij vragen ons echt af waarom nou zo makkelijk afzien van het beeldkwaliteitsplan. Wat ons betreft dient er gewoon voldaan te worden aan de eisen uit het beeldkwaliteitsplan. Anders gaan wij niet instemmen. Verder maken wij ons wel degelijk zorgen over precedentwerking bij de verdere ontwikkeling van de wijk. He, dus als het gaat om, dit is stap 1 voor ons, als we bij volgende stappen dit ook weer tegenkomen. Daar maken wij ons echt oprecht zorgen over. En daarnaast wil ik nog even aansluiten op mijn collega. Ik vind dat hij een heel goed punt maakt. Ik heb de grootste waardering voor mijn collega's van het oversticht. Maar het moet niet een soort dogma worden van er zit een stempel van het oversticht op, dus de kwaliteit is hoog. Ik heb daar graag ook nog een eigen mening over. Ja, dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Kouwen, CDA. Ja, voorzitter. Ja, in oktober 2015 hebben we als raad ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan Oosterdalse om de appartementen mogelijk te maken. De heer Rooijakkers refereerde er al aan. Dat het voorliggende ontwerp daar niet in past en daarom hier op tafel ligt, verbaast de CDA-fractie niet. De locatie aan de rand van Oosterdalse, langs de Welsenweg, als overgang van dorp naar buitengebied. Daarom staat in het beeldkwaliteitsplan het boerenerfwonen beschreven. Daarnaast hebben we hier al vaker gezegd. We moeten zuinig en dus zorgvuldig omgaan met uitbreidingslocaties. Wij noemen dat, mooi woord, noemen we dat redmeesterschap. Nieuwbouw op deze locatie zal decennia lang het aangezicht van Oosterdalse bepalen. Mede daarom is onze fractie kritisch ten aanzien van het aangepaste ontwerp. Persoonlijk kan ik er niet over meepraten, maar in de CDA-fractie werd zoals gezegd een déjà vu beleefd in relatie tot Vitens. Maar gelukkig voor toen, eindgoed al goed. Er is een geslaagde oplossing gevonden en het resultaat stemde destijds tevreden. Na zo'n positieve afloop moeten we ook hier streven, maar zonder onze principes te veel te laten varen. We willen de overweging meegeven opnieuw het bouwvolume per vierkante meter te bekijken, wat met schuiven en het vergroten van de locatie kan, naar onze mening, ruimer en dus minder kolossaal worden gebouwd. Wellicht zijn er ook mogelijkheden om de gevel speelser te maken. De suggestie uit 2015 van onze kant om de bebouwing naar de wijk te openen is al overgenomen. Daarvoor onze complimenten. Het mag duidelijk zijn, met het voorliggende ontwerp zijn wij niet tevreden, maar we vertrouwen op het creatief vermogen van alle betrokkenen. Dus ook wij nemen het plan mee terug in de fractie. Dank u wel, meneer Kouwen. De heer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij waren in eerste instantie ook erg gereserveerd omdat het project niet voldoet aan de oorspronkelijke uitgangspunten. Met betrekking tot vooral beeldkwaliteit, boer- en erfwonen. Maar na het zien van de nieuwe impressie van de gebouwen is dat gevoel wat ons betreft voldoende weggenomen. Dus wij staan daar wel iets anders in dan de rest van de fracties. De gebouwen hebben mede door die dakoverstekken een uitstraling gekregen wat ons inziens wel in het beeld zou kunnen passen. Het gemak echter waarmee de uitgangspunten duurzaamheid losgelaten worden, dat baart ons grote zorgen. Slappe knieën, daar verwachten we meer visie en vasthoudendheid van het college. De situatieschets wekte de indruk dat de twee kappers die aan de Welzumerweg gebouwd worden, ontsloten zouden worden, ook aan de Welzumerweg. Nou, uit de beantwoording blijkt dat dat niet het geval is, daar zijn we blij mee. En wij hebben begrepen dat de gesprekken met Dabeco en Classic Job dusdanig positief verlopen zijn, waarbij het uitgangspunt is dat ze in hun bedrijfsvoering niet gehinderd worden. Dat wat dat betreft er ook geen belemmeringen en bezwaren zijn. Al met al vinden we het een zinvol project. Daar sluit ik me ook een beetje bij het PvdA aan. En hopen dat het voldoet aan de wensen van de doelgroep waar deze appartementen uiteindelijk voor gebouwd worden. Want zij moeten ervoor zorgen dat dit project een succes wordt. En wij zullen akkoord gaan met het voorstel. Dank u wel, meneer Hof. Ja, dan hebben alle fracties hun oordeel geveld. Wilt u hier nog op reageren, wethouder? Ja. Allereerst, het wordt een duurzaam gebouw. Duurzaamheid wordt niet losgelaten. Wou ik nog alleen maar zeggen. Kijk verder over de uitstraling van het gebouw. En er wordt gezegd, je moet niet te horen laten hangen naar het oversticht. We hebben hier als gemeente Dalfsen niet voor niks het oversticht als, en onze stadsbouwmeester als objectief adviseur. Iedereen heeft een eigen mening wat hij mooi vindt of wat hij niet mooi vindt. En die is van het oversticht, die beoordeelt het gebouw, maar ook met name het past het in de omgeving. En hoe is het verder aan te passen. Dus als we dat zelf als gemeente zouden doen, als ieder individuele ambtenaar of een wethouder zegt van nou dit vind ik mooi, zo gaan we het bouwen. En wat het oversticht zegt, maakt ons niks uit, zouden we ook te kort door de bocht zijn. Dus wat dat betreft, het is een objectief oordeel die adviseert aan het college. En dan kunt u wel nee schudden, meneer Rooijakkers, maar zo is het in ieder geval wel. Voorzitter. Even, meneer de wethouder is nog aan het woord. Laten we even aan het woord blijven. Dan bij spreken het CDA geeft ook naar de grootte van locatie. Ja, in die zin van, ik snap het, maar anderzijds van het moet ook bij spreken rendabel te bouwen zijn. Kijk, je kunt wel een kleinere locatie gaan bouwen, maar het moet ook, in die zin van, gezien wat daar gaat gebeuren, het is niet zomaar een residentie, het is een residentie waar omzorgd wordt, waar mensen graag een royaal appartement willen hebben. Ja, dat maakt natuurlijk ook iets anders dat je bij spreken iets bouwt met kleinere appartementen. En als u verder in het dorp kijkt, met name de appartementen die boven de Albert Heijn zitten, bij spreken, als je die naast elkaar zet, is ook een groot volume. Maar de kunst is om bij spreken een appartement, wat voor volume het ook heeft, op een dusdanige manier in het landschap te positioneren. En zodoende dat het met name passend is en het niet bombastisch overkomt. En dat is met name ook het doel hier. Je kunt het met één keer doen, in ieder geval van, en dan moet je het betrachten om het zo goed mogelijk te doen. En er zijn heel veel tegens, maar er is ook heel veel voorts. Die van, ja, ik weet toch, die zijn van, met nadrukken van dat we hier als college en als gemeente verschrikkelijk heel veel tijd hebben ingestoken om er ook iets moois van te maken. En met name ook gevolg te geven aan uw oproep van wethouder, zorg nou dat voor ieder doelgroep hier gewoond kan worden. Maar dan moet u het ook mogelijk maken. En ik begrijp uw zorgen en met name van waar we bij spreken en wat kunnen doen. Met name van zullen we dat niet nalaten. Maar het is nu een kans. En als u zegt van we willen het niet, houd het op. En dan krijgt het zijn oorspronkelijke functie weer van wonen werken. dat wat ik graag wilde toevoegen. Dank u wel, wethouder. Meneer Rooijakkers, u wou toen net even reageren. Ik wil even reageren op een uitspraak van de wethouder. Ik wil ook het misverstand wegnemen alsof dat, in elk geval onze fractie, maar ik denk alle andere fracties ook, het graag ook zo goed en zo mooi mogelijk enzovoorts willen hebben, precies wat u zegt. Maar als u het over het overzicht heeft, hebt u het over objectief. En ik denk dat u onafhankelijk bedoelt. Want ik denk niet dat er zoiets is als objectief iets mooi vinden. En wilt u reageren op deze woordspeling, wethouder? Het is me net wat van tong in eraan ligt, maar wij sprekers geven een objectief advies, of onafhankelijk advies. Onafhankelijk advies, dat is het goede woord. Dus wat dat er gaat, en daar hebt u bij spreken als raad ook, daar kunt u ook wat mee. En nogmaals, meneer Rooijakkers, het zijn niet twee flats. Want dat vind ik wel heel erg goedkoop. Dank u wel voor uw toelichting, wethouder. En dan ga ik een eindconclusie formuleren. Dat u met uw eerste reactie op wat de fracties al ingebracht hebben, dat ze dat mee kunnen nemen naar hun fractieberaad. Want dit stuk zal als bespreekstuk naar de raad van 27 maart gaan. Daarmee hebben we agenda punt 9. Gaan we verder met agenda punt 10. Cultuurhuizen in kader van Drank- en Horecawet. Informerend of de verantwoordelijk ambtenaar of collegelid, de heer Noten. Stuk is informerend. In juni 2015 is een evaluatie gehouden over de Drank- en Horecaverordening. De burgemeester is bevoegd tot het stellen van nadere regels over schenktijden en ontheffingen. Cultuurhuizen hebben daar ook mee te maken, maar gelet op de verscheidenheid liggen maatwerkafspraken voor de hand. De raadscommissie wordt hier vanavond over geïnformeerd. Wandeling in één ronde, waarbij zowel vragen kunnen worden gesteld als desgewenst een opinie kan worden gegeven. Aan u het woord. Wie mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Lassche, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Als we het goed onthouden hebben, waren de uitgangspunten rond de handhaving van de Drank- en Horecawet ferm handhaven en waar knelpunten blijken te zijn in gesprek gaan. En we steunen dan ook het zoeken naar goede en werkbare oplossingen. De cultuurhuizen zijn belangrijk voor Dalfsen en verwachten van deze instelling een grote inzet en bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. Dus dat blijkt al uit dat we hier positief tegenover staan. We hebben nog wel een drietal vragen, zeker opmerkingen. Het eerste is dit. Het zoeken naar deze maatwerkoplossingen ook besproken met de commerciële horeca. En zo ja, hoe dan? En zo nee, waarom niet? Een tweede, er wordt voor de Trefkoele Plus nu gekozen voor optie 2. Betekent dit een voortzetting van de huidige situatie? Of zijn hiermee toch meer en of andere activiteiten mogelijk? En wat zijn dan de gevolgen voor de buurt? Als het gaat over overlast of parkeren. Het laatste vraag, is hiermee alles in beeld? Dit gaat over de cultuurhuizen die er net tussen of net buiten lijken te vallen. Zijn er meer van dergelijke instellingen, organisaties die net niet passen in het beleid? Van het beleid bijvoorbeeld verenigingsgebouwen van kerken. Het parochiehuis wordt hier nu genoemd als een voorbeeld, omdat het onderdeel is van Cultuurhuis in Honhorst. Maar misschien zijn er wel meer van dergelijke gebouwen. En onze vraag is dan, van, is hiermee alles in beeld? Dat waren onze drie vragen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lassche. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij hebben de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid weer in dezelfde dropbox zitten werken, want we hadden precies dezelfde vragen en ook de inbreng. Ik wil nog één ding aan toevoegen, is dat wij het erg belangrijk vinden om de horeca ook te ondersteunen in Dalfsen. We zien toch dat dat, nou zeker ook in de kern Dalfsen, iets is wat flink in de lift zit. Daar zijn wij erg blij mee als fractie. Maar tegelijkertijd vinden wij die exploitatie van die cultuurhuizen erg belangrijk. En dat is toch... Dat is het spanningsveld en dat zien we allemaal uiteraard. Maar dat blijft voor ons wel echt een ding. Van, ja, hoe ga je daar nou op een echt prudente, goede manier mee om? Maar goed, dat wou ik toch nog even extra benadrukken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Mevrouw Ramerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ook wij zitten op dezelfde lijn. Wij vinden ook belangrijk dat cultuurhuizen goed kunnen functioneren. En de horecagedeelte is daar soms wel een onderdeel van. Alleen wij zijn ook van mening als een gebouw gesubsidieerd is dat er wel geen oneerlijke concurrentie mag ontstaan. Dus wij hadden ook aangegeven, ga ook met de horeca in overleg, waar lopen zij tegenaan. En kijk ook inderdaad breder in de gemeente waar nog andere gebouwen zijn waar sprake is van horecagebruik. Dank u wel, mevrouw Lassche. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Mevrouw Ramerman, sorry. Oh. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Ja, eigenlijk wil ik even beginnen met de vragen die wij hebben. Is er met het instemmen van de maatwerkoplossing voor de Trefkoeler Plus volgens u sprake nog van oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca? Hoe ziet u dat? Daar zijn we benieuwd naar het antwoord daarop. En onze vraag is, heeft u deze maatwerkoplossing ook besproken met de horeca Dalfsen? En dan vervolgens onze mening. Ja, dit is gewoon een lastig onderwerp, want je gaat al heel snel grijs gebied in. Het organiseren van commerciële activiteiten in de cultuurhuizen kun je natuurlijk ook in de plaatselijke horeca doen. En aan de andere kant zijn bij bepaalde activiteiten juist de cultuurhuizen nodig. Voor ons is het van belang dat we als gemeente bij het betreden van deze grijze gebieden in contact blijven met de plaatselijke horeca. Voor ons geldt als uitgangspunt dat de cultuurhuizen niet mogen concurreren met de reguliere horeca. Maar we weten ook dat het niet altijd te voorkomen is. Zorg voor goede afstemming met deze ondernemers. We merken namelijk wel dat ze zich beklagen over deze in hun ogen oneerlijke concurrentie. Als u deze toezegging kan doen, zullen wij ook instemmen verder met dit voorstel. Dank u. Nou, het is informerend, meneer Veldhuis, maar... Jawel, maar het is informerend, dus u hoeft niet in te stemmen. Mevrouw Sneijder, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, ondanks dat we niet hoeven in te stemmen, kunnen wij ons er wel in vinden, laten we het dan zomaar zeggen. Er is namelijk gekozen voor maatwerk ten aanzien van de horeca en de verschillende cultuurhuizen. En belangrijk daarbij zijn dat de activiteiten die er plaatsvinden, de schenking van alcohol en de eventuele oneerlijke concurrentie voor de reguliere horeca. We kunnen ons vinden in de keuzes die u heeft gemaakt, waarbij we wel op willen merken dat de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk beperkt gehouden moet worden. En dat het niet de bedoeling kan zijn dat de sporten en andere maatschappelijke activiteiten moeten wijken voor evenementen die meer rendabel zijn omdat er alcohol wordt geschonken. Want dan slaan we de plank echt mis. Wij zijn in ieder geval tevreden dat u de mogelijkheden heeft onderzocht, dat er serieus gekeken is en tot deze maatwerkoplossingen bent gekomen. En ook blijft het belangrijk om in overleg te blijven met de besturen en de organisaties. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Sneijder. Meneer Noten, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. U heeft overigens volkomen gelijk. Dit is de bevoegdheid van de burgemeester, maar ik wil die graag met de raad delen. Dat wil zeggen, niet de bevoegdheid, maar het voorstel. Sommige dingen laten zich gewoon niet delen. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over oneerlijke concurrentie. En dat is juist expliciet een van de uitgangspunten van de wijze waarop wij proberen afspraken met de cultuurhuizen te maken. En in die zin is dat ook met de reguliere horeca besproken. Want we hebben daar 2 keer per jaar regulier overleg mee. En dat gaat natuurlijk ook bij voortduring ook over de vraag of wat je bijna zou kunnen zeggen de verhoudingen zuiver zijn. En ik denk dat wij ook vrij precies zijn daarin. Het uitgangspunt is dat in de cultuurhuizen de horeca ondersteunend moet zijn aan de maatschappelijke functie van de cultuurhuizen. Dat is bij voortdurend het uitgangspunt. Dus dat is 1. En 2, ook als er sprake is van een horecavergunning, moet u zich goed realiseren dat het gebruik van die cultuurhuizen beperkt wordt, dan wel bepaald wordt door het bestemmingsplan. En niet door de vergunning die men heeft. En het bestemmingsplan bij cultuurhuizen is daar, bij de trafkoelen, is daar heel duidelijk in. Ik bedoel, het gaat gewoon om sport. En eventueel evenementen, maar geen horeca. Dus dat wordt daar ook niet toegestaan. Hoe lossen we dat op? We lossen dat op door in de praktijk, als het gaat om horeca, die ondersteunend te laten zijn aan de activiteiten die binnen het Trafkoelen plaatsvinden. En niet eigenstandig. Nou, ik geloof dat de heer Veldhuis aangaf, er zijn grijze gebieden. Dat is natuurlijk ook altijd zo. Dus dat betekent dat je dat goed met elkaar moet afspreken. Nou, we hebben gewoon heel praktisch gedaan, onder andere met de trafkoelen. We hebben gewoon opgevraagd welke activiteiten hadden jullie in de afgelopen jaren, 2016, welke hadden jullie in 2015. Die lopen we gewoon met elkaar door. En we kijken heel goed naar de vraag wat zijn open activiteiten. En daar kijk je kritischer naar dan wat zijn gesloten bijeenkomsten. En op die manier doen we het. We doen het per casus. Omdat, naar mijn gevoel, je het niet exact kunt vangen in exacte formuleringen. Nou, En dat is het uitgangspunt wat we gekozen hebben. Dus de horeca moet ondersteunend zijn. Meneer Broeren, geen oneerlijke concurrentie, mevrouw Ramerman, is juist het vertrekpunt van alles. Overleg met de horeca hierover vindt bij voortdurend plaats. Maar wij gaan niet met de horeca overleggen over de convenanten die we nu bijna gesloten hebben met Lemelerveld. Maar die wel sluiten zijn. Want dan wordt het ingewikkeld. Zoals ik ook niet met de trefkoelen overleg over de vrijstelling voor het terras van een van de horecaondernemingen. Dat krijgen we verkeerde dynamiek. Maar de uitgangspunten worden wel degelijk met elkaar overlegd. Is optie 2 een voortzetting van de huidige situatie? Ja, in feite wel. Waarbij we twee dingen veranderen. Het eerste wat we veranderen is dat we zeggen, zorg nu dat je trefkoelen... Je vergunning zodanig op orde hebt dat je ook gewoon normaal horeca commerciële horeca kunt toepassen. Beperkt vanuit het bestemmingsplan, maar niet beperkt vanuit je horecavergunning. Dus dat is het eerste verzoek. Dat maakt het voor ons echt veel makkelijker. En het tweede is dat we de trefkoelen ruimte willen bieden om in ieder geval vanuit een soort nou ja, 10 evenementen per jaar, makkelijk, snel, binnen een bepaald soort format. Tegen lage kosten, omdat we toch weten hoe de veiligheid zit en hoe de zaak in elkaar zit, met elkaar te kunnen regelen. Dus A, het vergemakkelijken van evenementachtige activiteiten, maar aan de andere kant het verbeteren van wat je bijna zou kunnen zeggen de vergunningssituatie. Dus ja, het is in essentie hetzelfde, het is alleen maar beter afgesproken. Dat is het grote verschil. En mevrouw Sneijder, u heeft volkomen gelijk. Het gaat bij de cultuurhuizen niet alleen maar om de vraag wat is de functie van de cultuurhuizen, maar het gaat ook om de vraag hoe je die vervult binnen de omgeving waarin de cultuurhuizen geplaatst zijn. Het ligt aan woonwijken en daar heb je gewoon rekening mee te houden. Als het gaat om het aantal grote evenementen die belastend kunnen zijn voor de woonwijken. En als het gaat om de aard van de evenementen die ook belastend kunnen zijn voor de woonwijken als het gaat om geluidsoverlast. En iemand zei dat het ongelooflijk balanceren is tussen commerciële horeca en de cultuurhuizen. Ik vind het verkeerd als eigenstandige horeca een belangrijk onderdeel uit gaat maken van het verdienmodel van cultuurhuizen. Daar zijn we, mevrouw Sneijder, u zei dat ook geloof ik, daar zijn we op de verkeerde weg. Het cultuurhuis is geen horecagelegenheid. Dat is het gewoon niet, moet het niet worden. Is ook nooit de bedoeling geweest. Aan de andere kant is de voorziening van horeca wel noodzakelijk. Nou, ondersteunend. Voorzitter, dat waren mijn opmerkingen. Dank u wel, meneer Noten. Mevrouw Lassche, u wou nog reageren? Ja, ik heb nog geen antwoord op mijn derde vraag gehad. En die derde vraag was, is hiermee alles in beeld? Dit gaat over de cultuurhuizen, maar zijn er meer dergelijke? Nou, de burgemeester weet geloof ik al mijn vraag. Sorry mevrouw Lassche, ja zeker. Ja, alles is in beeld, want volgens mij zijn er afspraken met de verenigingen en de parochiehuizen. In die zin zijn die helder. De complexiteit van de cultuurhuizen lag hem er juist in dat we ze niet in het eenvoudige kader, maar relatief eenvoudige kader van die vereniging konden plaatsen. Dus volgens mij... hebben we toen in onze beleidsnota vastgesteld dat we voor de cultuurhuizen specifiek maatwerkafspraken zouden gaan maken. En dat is wat we nu aan het doen zijn. Dank u wel voor de beantwoording. Dan concluderend hoor ik de burgemeester zeggen dat er regelmatig overleg met de reguliere horeca is. Dat de horeca ondersteunend moet zijn. Dat het trefkoelen de vergunning op orde moet hebben als belangrijkste items en dat hierdoor de commissie of de raad kennis heeft genomen van dit voorstel en dat er zo naar gehandeld gaat worden. Daarmee sluit ik agenda punt 10 aan en gaan we naar agenda punt 11. En voordat ik de zaak ga sluiten of de commissie ga sluiten, wens ik als compleet neutrale voorzitter alle partijen die woensdag in de strijd gaan succes toe. En bij deze een prettige avond en een goede nacht.